Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA en vraag voor dit verhoor de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Siebers. Goedemiddag. Dank Welkom u. Ook iedereen verder hier in de zaal en de mensen die op een andere plek dit verhoor volgen. Meneer Siebers, u wordt vandaag gehoord als getuige en als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u om met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u mij nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Neemt u plaats. Meneer Siebers, u heeft lange tijd bij HSA gewerkt. Vanaf 2004 als commercieel directeur en van 2010 tot 2013 als directievoorzitter. Bij HSA, het speciale bedrijf dat was ingericht om het vervoer over de hoge snelheidslijn tot stand te brengen. Wij hebben in dit verhoor vragen over hoe HSA is omgegaan met de vertraagde levering van de VIRA-treinen. Het gaat dan ook over de mogelijkheid van het alternatieve materieel. Wij spreken met u over de samenwerking met Ansaldo Breda vanuit de NS en dus ook met de NS. Financial Services, de verschillende onderdelen, de dochter van HSA. Van de NS. En we willen dat weten om te kijken hoe is geprobeerd om de inzet van de VIRA zo snel mogelijk tot stand te brengen. En we hebben ook vragen over de start van de indienstneming, van de commerciële indienstneming en de voorbereidingen daarop. En ik geef voor dit verhoor als eerste het woord aan mevrouw Vos. Ja, meneer Siebers, zoals bekend werden die VIRA-treinen uit Italië, gebouwd door Ansaldo Breda, die werden met vertraging geleverd. En HSA begon toen in september 2009 alvast met vervangend materieel te rijden tussen Amsterdam en Rotterdam. En dat waren tractielocomotieven met die wit-roze wagons. En dat heet ook wel het tractie-prio-materieel. Die vervangende VIRA-treinen lijken erg op de... Sorry, wat is hier iets? Mijn fout, ik had iets nog in mijn zak laten zitten. Die vervangende VIRA-treinen die lijken heel erg op de Benelux-trein die op dat moment ook rondrijdt. Het zijn dezelfde soort rijtuigen met dezelfde soort locomotieven ervoor. Waarom is die Benelux-trein, die zoveel lijkt op die vervangende VIRA-trein, niet aangepast voor die dienst van Amsterdam naar Brussel? Kon dat niet? Het verschil was dat we met die zogenaamde Prio-rijtuigen en tractielocomotieven in Nederland reden. En dat we, als we de Benelux over de HSL wilden laten rijden naar België, dat daar dan ook dat die tracten ook in België zouden moeten worden toegelaten. Dus dat betekende dat dan ook onze Belgische collega's daarbij betrokken zouden moeten zijn. Maar dus die Benelux-trein die kon niet over de HSL? Niet zomaar. Daarvoor moesten zowel de locomotieven als de rijtuigen aan bepaalde extra eisen voldoen. Ja. En dat heeft te maken met het beveiligingssysteem onder andere. Dus het kon niet zomaar aangepast worden. Daarom moest je dus andere treinen gaan bestellen die dus dat stuk tussen Amsterdam en Rotterdam over de HSL wel konden rijden. Nee, even kijken of ik uw vraag goed begrijp. Tussen Amsterdam en Rotterdam moesten de treinen ook aangepast worden, maar hoefde dat alleen maar tussen aanhalingstekens voor het Nederlandse stuk. Ja. Als we naar Brussel door wilden rijden over de HSL met die tractielocomotieven, dan betekende dat ook dat die locomotieven aangepast moesten worden en dat er ook meer locomotieven en meer rijtuigen aangepast moesten worden. Ja.
Want u zat als HSA, u moest gaan rijden. Die Vira-treinen die kwamen niet. Wist u ook waarom die treinen uit Italië vertraagd waren? Wat daar de reden van waren? Nou, zover ik mij kan herinneren uit die fase ik was toen nog commercieel directeur. Mm-hmm. Maar wat ik mij kan herinneren is dat dat een combinatie was van factoren. Enerzijds gelegen aan de kant van Ansaldo Breda, de leverancier. En anderzijds ook met de beschikbaarheid van de hogesnelheidslijn zelf. En dat had dan weer te maken met onder andere het nieuwe beveiligingssysteem wat op die lijn gebruikt werd, namelijk ERTMS. Ja, maar dat was op een gegeven moment dus in 2009 opgelost. En wist u ook voor welk deel van de vertraging Ansaldo Breda verantwoordelijk was? Nou, om nog even op uw opmerking terug te komen, dat was in 2009 nog niet opgelost. De ERTMS. ERTMS was nog niet opgelost. De baan wel, die kon er gebruikt worden? De baan kon gebruikt worden, maar ERTMS werkte niet. En dat is cruciaal voor het goed rijden met de treinen. Mm-hmm. Ik weet niet, dat was ook niet mijn deskundigheid op dat moment. Ik weet niet welk deel bij wie lag, om het maar even zo te zeggen. Maar werd u daarvan op de hoogte gehouden door NSFNC? Zoals ik al zei, ik was toen commercieel directeur in 2009. Ja. Dus ik was primair bezig met de commerciële kant van de organisatie. Oké, maar dat zat niet in uw takenpakket om daar... Nee. Dan gaan we naar 2010. Op 21 december 2010 stelt u de NS-directie, dus eigenlijk daarboven, schriftelijk van op de hoogte dat HSA afziet van het geschikt maken van het Traxprio-materieel voor het Belgische deel van de HSL. Dus dat die treinen waar u mee tot Rotterdam reed, die hadden geschikt kunnen gemaakt worden om ook naar België door te rijden. Maar u ziet daarvan af. En waarom kwam u tot dat besluit? Wat wij deden, want in die fase was ik dus algemeen directeur van NS Highspeed geworden. En wat we probeerden te doen is op voor alle acties die we namen ook een alternatief te hebben. We wisten dat er issues waren met de V250 treinen, dus keken we ook naar alternatieven. Ja. Een van die alternatieven was inderdaad, u begon er al mee, kijken of we... Het materieel wat we al inmiddels kenden, namelijk de Traxen, die al over de HSL in Nederland rijden, om die in België ook te introduceren. Dus dat hebben we intensief onderzocht met onze Belgische collega's. En uiteindelijk hebben we daar vanaf moeten zien om een aantal redenen. En dat is een combinatie van factoren geweest. Operationeel was het een groot risico, want toelating is een lang... een complex traject, daar zullen we het ongetwijfeld nog over hebben vandaag. Dat betekent dat als je naast de V250 ook nog een toelating van Traxen moet gaan doen, dat een extra risico qua doorlooptijd betekent voor de Traxen, maar ook voor de V250. We hebben dat ook met Thalys onder andere gezien. Bestaand materieel waar een toelating moet plaatsvinden, is dat het risico op uitloop groot is. Dus dat was één reden. En waarom interfereerde dat dan met de eventuele V250? Kan je dan niet tegelijkertijd? Omdat je daar meerdere redenen. Je hebt daar dezelfde mensen voor nodig, dezelfde deskundigheid. Het is echt een specialisme, niet alleen bij de vervoerders, maar ook bij de toelatende instanties. Ja. Twee, heb je er ook logistiek ruimte voor nodig. Het gaat om hetzelfde stuk spoor. Paden moeten gebruikt worden om te kunnen testen. Okay. Dus dat was één stuk, maar er waren meerdere redenen om af te zien van de Trax als alternatief. Tweede reden was de financiële situatie. Vanuit op dat moment was de inschatting dat als je dit zou gaan doen... die tractie zou gaan introduceren, dat de terugverdientijd van die investering lag na het moment dat HSA failliet zou gaan. En mij werd geadviseerd vanuit faillissementsrecht dat een no-go was. Dat was blocking. En ten derde, niet geheel onbelangrijk... Wie adviseerde u dat dan? Onze juristen. Oké. Okay. Ja. Dat je dat niet kan doen, zo'n investering, als je... Ja. Toch al failliet gaat. En de derde reden was dat onze Belgische collega's er ook geen voorstander van waren. En die waren keihard nodig om een dergelijke toelating in België voor elkaar te krijgen. En waarom wilden de Belgen dat niet? Dat zou u aan hen moeten vragen. Ik denk dat te maken had met dezelfde risico's. En wellicht ook met de financiële kant van de zaak. Omdat het ook weer extra kosten met zich mee zou brengen. Oké, dus die optie, zeg maar, om dat deel van de concessie uit te voeren, die viel dus om allerlei redenen af. Ja. Dus die Traxprio.
En u schrijft in diezelfde brief ook aan de NS-directie dat u 6 TCV, dus treinstellen, werd aangeboden om die V52 te vervangen. Maar dat daarvan ook is afgezien. Waarom zag u ook af van dat aanbod? Nou, dat parallel dus aan de Trax onderzochten inderdaad ook of we bestaand materieel elders uit Europa konden vinden om te rijden. Dat moet dan materieel zijn dat dezelfde kenmerken heeft die de HSL ook heeft in Nederland en in België. Dus daarmee vallen al heel veel opties af. Daarmee kwamen we in potentie met een aantal TGV's. Maar daar golden eigenlijk dezelfde argumenten voor als voor die Traxen. We hebben even een probleem met geluid. Ik ga even ingrijpen. Ja. Het is heel vervelend. Ik krijg een keihard blikkend geluid van die kant. Ja. En ik kan er niet achter. We hebben proberen, terwijl ik wil zo graag goed naar u luisteren, proberen via de techniek daar iets aan te doen. Ik schors even 5 minuten, want ik wil goed kunnen luisteren. En dat die blikkende gier van links, die blokkeert me. Ja. We gaan even aan de techniek vragen wat we kunnen doen. Excuus hiervoor, maar ik wil gewoon goed luisteren. We bieden onze getuigen even een kopje koffie aan. We schorsen even en wij vragen de techniek om hierin een oplossing te vinden. Excuses schorsen voor ongeveer 5 minuten.
heropen de vergadering en vraag de gevierde getuigen opnieuw binnen te leiden. Nogmaals, excuses, meneer Siebers, dat wij dit verhoor moesten onderbreken. Het bijzondere is altijd dat techniek veel kan, maar uiteindelijk kan er ook gewoon een lamel ergens tegenaan trillen. Daar waren we nooit achter gekomen als niet één iemand gewoon geanalyseerd had. Ik dacht, dit is het. En de techniek heeft ons daarbij goed geholpen. Dus wij kunnen door met het verhoor. Heel goed. Mevrouw Vos. Ja, zonder trillende plaatjes. We gingen verder, we waren bezig met de Thalys. En waarom het aanbod om 6 TGV's, geen Thalys overigens, 6 TGV's niet om te bouwen voor gebruik over de HSL? Wie was het net aan het uitleggen waarom dat geen optie was? Ja, wat ik volgens mij aangaf is dat we met de naast de Traxen ook alternatief materieel onderzochten. Europese collega's geraadpleegd, dan heb je met allerlei harde infrastructuur specificaties te maken. Daardoor viel een hoop treinen af. Potentieel in theorie bleef er toen al snel alleen TGV's over. Het leek erop dat onze Franse collega's daar een zestal van beschikbaar konden stellen op termijn. Maar daar golden eigenlijk dezelfde bezwaren tegen als wat ik net vertelde over de Traxen. Dus het operationele aspect, het financiële aspect, het aspect van het feit dat onze Belgische collega's het geen goed plan vonden. En wat er bij de TGV's nog extra speelde was dat dat een beperkte capaciteit had. Dus dat voor wat betreft het binnenlands vervoer ook nog een extra uitdaging zou betekenen. Maar die eerste drie hadden de overhand. En dat betekent uiteindelijk dat er, afgezien van de Benelux-trein die nog reed, er geen enkel alternatief was voor de V250, de Vira. En daar moest u op wachten. Gaan we naar het volgende onderwerp. Dat gaat over het besluit om te starten. En dat besluit werd genomen in maart 2012 door de NS-directie. Om de Vira vanaf september 2012 tussen Amsterdam en Rotterdam te laten rijden. De Vira, dan hebben we het over de trein die uit Italië kwam. En vanaf december 2012 tussen Amsterdam en Brussel. En dan zou de Benelux-trein worden opgeheven. Maar er kon dus ook niet worden worden teruggevallen, mocht het misgaan. Kunt u beschrijven hoe dat besluit tot stand is gekomen? Besluit in maart. Ja, wat ik straks al zei, wij probeerden naar alternatieven en naar backups te kijken. Dus voor ons was wat dat betreft de Benelux een alternatief en een backup voor de V250. Dus die wilden wij graag in stand houden. Nou, dat doe je. Zo'n keuze voor een dienstregeling moet je in Spoorland in het voorjaar nemen. Wij, dan hebben we het over HSA als in wij. Ja. De HSA wilde graag de Benelux-trein in stand houden. Correct. Als backup. Maar voor het geval dat de V250 niet op tijd klaar zou zijn. Correct. En zo'n keuze moet je in het voorjaar maken, begin van het jaar, om in december te kunnen rijden. Dat is een spoorlogistiek is heel complex en zeker internationaal. Dus daar is één datum voor. Dat is in april worden die keuzes gemaakt om dan vanaf december datzelfde jaar te kunnen rijden. In heel Europa maken alle vervoerders dezelfde keuze over de dienstregeling. Ja, dat is helemaal op elkaar afgestemd. Dan komen alle dienstregelingdeskundigen bij elkaar om de paden te verdelen, zoals dat dan zo mooi heet. Dus dat moesten wij op dat moment besluiten. Tegelijkertijd geldt dat je eigenlijk maar één pad hebt om tussen Amsterdam en Brussel uiteindelijk te rijden. Dat heeft te maken met drukte rond Schiphol, rond Rotterdam bij de grens en tussen Antwerpen en Brussel. Dus eigenlijk was het heel moeilijk om twee alternatieven naast elkaar in stand te houden. Wij zagen daar wel een mogelijkheid toe, maar daar hadden we de hulp van onze collega's van NS Reizigers voor nodig. Ja. Hoe zag die mogelijkheid eruit? Nou, dat is heel complex logistiek. Maar waar het op neerkomt is dat je een aantal aanpassingen in de NS Reizigersdienstregeling zou moeten doen. Ja. Tegelijkertijd zouden er ook een aantal paden, als ik me goed herinner, van goederenvervoerders aangepast moeten worden. En dan zou dat wellicht kunnen. Echter, in diezelfde periode waren de collega's van NS Reizigers druk bezig met
De zogenaamde dienstregeling 2013. En die, om het even populair te zeggen, die hele dienstregeling ging op de schop, omdat de Hanselijn in gebruik werd genomen. En dat betekende dat 1/3 van alle treinen op een andere manier en een andere omloop ging rijden. En dat betekende dus dat heel veel extra uitdagingen voor NS-reizigers betekende. En dat maakte dat het alternatief wat wij als HSA zagen voor NSR zeer complex was om uit te voeren. En dus maakte het dat we dit op NS-directieniveau moesten bespreken. Ja. Om daar een keuze in te maken. Want dat ging mijn verantwoordelijkheid te boven. Want het was iets bedrijfsonderdeel overstijgend. Maar dat alternatief, dat was het, u wilde eigenlijk de Benelux-trein in stand houden, desnoods tot Rotterdam, van Amsterdam, desnoods ingekort tot Rotterdam. Dat was een soort van terugvalscenario. Klopt dat? Nou, wat wij wilden op dat moment was proberen bij voorkeur het hele pad in stand te houden. Dus tussen Amsterdam en Brussel. Voor de Benelux-trein. Voor de Benelux-trein. Ja. Naast maar Vieren. Dat kon dus niet, omdat die Hanselijn daar ook nog op moest. Nee, de Hanselijn is meer in het noordelijk deel van Nederland. Maar wilde NS die optimaal gebruiken, betekende dat ook allerlei andere routes aangepast moesten worden. Tussen, ja, ik zeg maar wat, Amsterdam en Groningen. En daardoor ging er dus al heel veel veranderen in NSR-dienstregeling. En dat maakte de logistieke puzzel met deze extra puzzel nog dusdanig complex, dat de zorg van mijn reizigerscollega was dat dat te veel van het goede zou zijn. En vandaar dat we dat toen op NS-directieniveau hebben besproken. Want u had ook nog andere terugvalscenario's. Had u nou bezwaar tegen dat die niet zijn uitgewerkt? Die hebben we later nog onderzocht. Uh-huh. Maar daar gold eigenlijk hetzelfde voor. Is dat het voor NS-reizigers te complex was. En tegelijkertijd gold ook dat daar we ook onze hulp van de hulp van onze Belgische collega's voor nodig hadden. En die vonden dat ook niet de hoogste prioriteit. Dus wij waren continu op zoek naar die alternatieven. Maar op enig moment kan je niet alle opties meer openhouden. Nee. Gegeven de manier waarop de dienstregeling werkt. Want in dat gesprek met de NS-directie, heeft u dan nog bezwaren kenbaar gemaakt? Nou, we hebben, uitgebreid gepleit voor het in stand houden van dat alternatief. Alleen tegelijkertijd begreep ik het dilemma. Dus dat is per definitie met een dilemma. Dat is een keuze tussen twee moeilijke opties. En dus ik begreep de afweging. Neem niet weg dat ik natuurlijk graag het alternatief wel in stand had gehouden. Maar ja, ik begreep tegelijkertijd dat het niet kon. Want was u dan in de positie om het tegen te houden als HSA? Stel dat u echt dacht van dit kan niet. Had u dan de positie gehad om te zeggen tegen de NS-directie? Als ik had gevonden daar dat het echt niet kon, had ik daar wat van gezegd. Want ik ga niet iets doen wat niet kan. We hadden op dat moment informatie over de voortgang van de treinen, van de V250's. Mm-hmm. Dat hebben we gewogen met het alternatief. Wij wilden per definitie een alternatief in leven houden. Dat had echter zo'n impact op spoor Nederland, om het even zo te zeggen, dat deze afweging in de directie zo is gemaakt. En dat was zonde, maar tegelijkertijd ook begrijpelijk. Dus ik kon daar wel mee leven. Ik kon hem leven, maar heeft wel veel bezwaar gemaakt. Nou ja, ik heb wel bezwaar gemaakt. Maar ja, nogmaals, tegelijkertijd heb je op enig moment, en ik weet hoe de dienstregeling werkt, heb je dat soort afwegingen te maken. En dan is het ook iets wat mijn verantwoordelijkheid, of in ieder geval mijn bedrijfsonderdeel, overstijgt. En dan bespreek je dat met elkaar. En dan probeer je met alle wijsheid en deskundigheid daar een verstandige keuze in te maken. En zo voelde dat op dat moment wel. Maar dan bent u uiteindelijk gedwongen als HSA om alles op alles te zetten om die V250, die Vira, te laten rijden. Terwijl u eigenlijk liever iets anders had gedaan. Nou ja, wat ik zo net ook aangaf, wij waren continu bezig met alternatieven. En dus we keken naar de traxen, we keken naar de TGV's en zo keken we ook naar dit alternatief. Tegelijkertijd moet je op enig moment keuzes maken. In de ideale wereld hou je natuurlijk alle opties open, maar de ideale wereld was er niet. Nee. Dus op enig moment moet je keuzes maken. Maar begrijp ik nou goed dat het op zich in theorie wel kon, maar dat het uiteindelijk niet is gedaan? Nou, in theorie had het gekund, maar dat is theorie met de deskundigheid die wij hadden samen met reizigers. Maar daar kwamen daar op tafel nog een aantal belangrijke elementen bij. En die maakte in ieder geval de zorg bij mijn NSR-collega groot dat dat niet zou passen.
En dit is niet een soort van exacte wetenschap. Dat is een inschatting van alle elementen. En zo'n grote dienstregelingswijziging is een heel complex verhaal. Dus dat is dermate wiskundig dat het wel een exacte wetenschap lijkt, maar het is het toch niet. Ja, daar moet je altijd scherp op blijven, klopt. Ja. Ja. Dus je probeert het wel zo exact mogelijk te maken, maar je moet ook goed blijven luisteren naar het gevoel wat erbij zit. Want, dus als ik dit goed begrijp hoe dit ging, u had eigenlijk een ander advies gegeven, maar NS Reizigers, de belangen van NS Reizigers in dit geval domineren dan. Uiteindelijk inderdaad kon HSA niet zijn eigen plan doordrukken. Ja, nou, doordrukken sowieso niet. Doordrukken is het verkeerde woord, maar in ieder geval NS Reizigers domineert dan. Ja, zo heb ik het niet ervaren. Het was een dilemma. Daar heb je twee moeilijke dingen met elkaar af te wegen. Als het niet moeilijk was, hadden we het daar ook niet besproken. En toen is uiteindelijk deze keuze gemaakt. De keuze is gemaakt door NSR en niet door HSA? Nee, de keuze is gemaakt door de NS-directie. Ja. Alle belangen overwegend. Alle belangen overwegend is dus het advies van HSA niet overgenomen. Maar er had in theorie, het achterhoofd houden dat het complex is, had een andere keuze gemaakt kunnen worden. Dat wel. Nou, wij zagen mogelijkheden. Ik weet, dat is koffiedik kijken of hypothetisch. Ik weet niet hoe dat zich verder had uitontwikkeld. Maar dat was in ieder geval wat wij graag hadden gewild op dat moment. Oké. HSA zelf had in november 2011 besloten om nog niet een concrete startdatum te noemen, vanwege de onzekerheden over de levering van dat materieel. Die planning die je verschoof de hele tijd. Waarom was het dan mogelijk om in december wel een startdatum vast te stellen, zonder dan die Benelux-trein achter de hand te houden? Nou, wij hielden wat wij deden is een aantal scenario's klaar hebben staan. Afhankelijk van het moment dat treinen beschikbaar zouden zijn, konden we die scenario's inroepen. Hmm. En ook in die besluitvorming rondom maart 2012. Hadden wij dus een aantal scenario's nog open. Eén daarvan heeft u al genoemd, dat was september Amsterdam-Rotterdam en december naar Brussel. Maar er was ook nog een alternatief om dat een stap later te kunnen doen. Bij voorkeur niet, maar dat had wel gekund. Om zowel dus niet in september te gaan rijden met de V250, de Vira? Maar in december. Maar in december, dus zeg maar alles een half jaar op te schuiven. Ja. En dat kon ook met die dienstregeling die dus in maart werd vastgesteld. Ja, dat kon wel, omdat je daar maar over één pad had. Dat was overigens ook niet kundig werk van onze dienstregelingsmensen dat ze dat voor elkaar kregen, want dat doe je ook maar niet even zo. Nee. Maar daar hadden we gelukkig wel extra flexibiliteit mee weten te creëren. Nog even over die dienstregeling. In december 2012 zou dus niet alleen de Vira naar Brussel gaan rijden, maar dus ook die Hanselijn open gaan. Dat heeft u net gezegd. Dat was die nieuwe spoorlijn van Zwolle naar Lelystad. En die treinen zouden doorrijden naar Schiphol en Den Haag over hetzelfde traject waar ook de Benelux-trein gebruik van maakt. Welke rol speelde nou die binnenlandse dienstregeling bij het besluit van de NS-directie over de startdatum van de V250-trein? En wat ik u net aangaf, dat was die afweging over hou je wel die Benelux in stand als optie of niet. En de Benelux heeft ook een binnenlandse functie tussen Amsterdam, Rotterdam, Schiphol. Maar daarmee bedoel ik dus eigenlijk die Hanselijn kwam en daardoor kon de Benelux-trein er niet meer zijn. Nou, doordat de Hanselijn er kwam, ging een derde van de totale dienstregeling van NS Reizigers, dan heb je het over duizenden treinen per dag, werd daardoor totaal veranderd. Dat bracht allerlei, risico's met zich mee. Zeker, dat betekende namelijk ook dat op het stuk waar wij met de V250 zouden gaan rijden, dat daar ook veel van de dienstregeling zou gaan wijzigen. En die combinatie maakte dat reizigers een extra risico van de Benelux in stand houden als te groot ervaren. En dat werd te groot ervaren door de NS-directie? In overleg met de collega van NS Reizigers, ja. Ja. Oké, dus dat besluiten worden op dat niveau genomen en daar is HSA adviserend in. Wij brengen natuurlijk onze deskundigheid en voorkeuren in, maar dit konden wij niet in isolement doen. Hier hadden wij onze collega's van Reizigers voor nodig.
Ja, en nog even over die optie. U had ook al net de optie voorgesteld om de Benelux-trein desnoods dan maar tot Rotterdam te laten rijden. Want dat zou ook kunnen, gezien die Hanselijn. Waarom is zelfs deze optie niet achter de hand gehouden? Nou, omdat daar hetzelfde voor gold. Het was complex. En wat ik ook aan toe moet voegen, en dat geldt ook voor de Benelux-optie overigens, is dat onze Belgische collega's er ook geen voorstander van waren. Dus dat kwam er nog eens een keertje bij. En waarom wilden de Belgen dan niet dat in ieder geval tot Rotterdam doorrijden? Die hadden voldoende vertrouwen in de V250 en vonden het niet verstandig om een alternatief ernaast te houden. De Belgen hadden voldoende vertrouwen dat die V250 op tijd klaar zou zijn, ja, om deze nieuwe dienstregeling te rijden. Maar dat betekent dus de facto dat er geen enkele terugvaloptie meer was? Nou, deze terugvaloptie vielen daarmee af. Dus vervolgens zijn wij met onze mensen weer gaan kijken naar wat kunnen we dan voor terugvalopties bedenken binnen het scenario van de V250. Uh-huh. En dus hebben we toen gezegd, dan moeten we het zoeken in extra ruim plannen, zeg maar. Dus meer materieel tot je beschikbaarheid hebben om een dienstregeling te rijden. Zodat je op die manier zekerheid inbouwt. Dus dat werd daarmee onze backup. U bent eigenlijk vanaf 2011 bezig om alternatieven te verzinnen voor het geval dat de V250 niet op tijd klaar is. En u weet van NSFNC dat dat misschien wel eens het geval zou kunnen zijn. U zet dan alles op alles om toch maar een scenario te hebben dat u wel met die treinen kunt rijden. En u weet gewoon in september en december, dan moet ik het doen. Had u daar wel eens slapeloze nachten van? Nou, niet slapeloze nachten. Maar wel, natuurlijk is het iets waar je dagelijks mee opstaat en mee naar bed gaat. Ja. Zeker in sowieso de hele periode, maar zeker in 2012. Maar in diezelfde periode dat we die keuze maakten, hadden we ook advies van Financial Services, die verantwoordelijk was voor de afname van de treinen en ook daar de deskundigheid voor had. Het vertrouwen in Ansaldo aan het toenemen was. Nogmaals, wij wilden overal een plan B voor hebben. Dus liever hadden we dat in stand gehouden. Maar dit was wel het signaal wat we van Financial Services kregen. En in dat besluit hebben we bijvoorbeeld ook meegenomen dat de verwachting was dat de toelating in de zomer zou worden verkregen voor de treinen. Nou, dat is ook zo bewerkstelligd. En dat we dus in september zouden kunnen gaan rijden met die trein. En zo niet hadden we nog een uitvalsbasis naar december. Wat ik straks volgens mij ook aangaf, het is ook, bij voorkeur hou je in de ideale wereld alle opties open. Maar in zo'n complex logistiek traject als het spoortraject tussen Nederland en België, moet je op een gegeven moment keuzes maken. Ja. En kan je niet meer alle opties open houden. Ja. Nog even over de Belgen, wat u net zei. Hè? Dus een van die alternatieven die u open had willen houden is dus die Benelux tot Rotterdam. U zei net, de Belgen wilden dat niet. Waar baseert u dat op? In de gesprekken die wij met onze Belgische collega's hadden. Wie waren dat? Dat was primair mijn counterpart, de directeur van NMBS Europe, zoals dat aan de Belgische kant heet. En hoe heette hij? Michel Jadot. Oh, Jadot. Maar wat was dan zijn reden om die Benelux-trein dan te willen stoppen? Want klopt het nou echt dat zij vertrouwen hadden in die V250, in die vieren? Ja, dat zou u aan meneer Jadot moeten vragen. Maar dat was in ieder geval, zij vonden onze behoefte om een backup ernaast te houden, vonden zij minder belangrijk in ieder geval. Maar hadden de Belgen, tenminste wij hadden begrepen dat de Belgen wel paden achter de hand hadden gehouden voor die Benelux-trein. Dat klopt toch? Nou, dat is niet wat ik mij kan herinneren uit die fase. Dat is later wel, toen we stopten met de Vira, wel mogelijk gebleken. Maar ik kan me dat niet uit die fase herinneren dat zij die paden achter de hand hielden. In die fase, toen u sprak voor over deze backup, dus de Benelux in stand houden tot Rotterdam, toen zeiden de Belgen, dat willen we niet, want die V250 komt. Dat is wat u hebt gehoord van Michel Jadot. Nou, nu maakt u het explicieter dan dat ik het mij kan herinneren. Het is, wat ik aangaf, primair was het de afweging die we binnen reizigers maakten, met reizigers maakten binnen NS. Daar kwam bij, toen wij alternatieven onderzochten tussen, toen waren we ook weer wat verder in het jaar, wisten we ook meer van de treinen, dat onze Belgische collega's dat minder belangrijk vonden dan dat wij dat vonden. En dat kan, dat leek te maken hebben dat zij meer vertrouwen hadden. En het kan ook zijn dat ze op dat moment minder logistieke mogelijkheden zagen. En het zal wellicht een combinatie van beide zijn geweest. Nou, dat was de indruk die u had. Ja. Oké, ik geef het woord aan mijn collega Elias.
Nog één aanvullende vraag over dat laatste. Als het zo is dat dat heer Jadot op dat moment niet de treinpaden achter de rug had, of achter de hand hield, dan moet daaruit blijken een zeker vertrouwen, op dat moment in ieder geval, bij hem en de Belgen, in de Vira. Ja, nou, u mag. En uw vraag? Mijn vraag is dat wat u afleidde uit die gesprekken? Nou, we hebben alle besluiten die we rondom Vira hebben genomen gedurende dat jaar 2012 hebben we altijd intensief met onze Belgische collega's besproken. Dat deed ik niet alleen met mijn counterpart, maar dat deden ook onze technici samen met de technici van NNBS. Hetzelfde gold voor het team van Financial Services. Die deden dat ook samen met de inkoopdeskundigen van NNBS. En de besluitvorming rondom al dan niet starten met Vira en wanneer we dat zouden doen. En hoe we dat zouden doen, hebben we altijd volledig transparant en in volledige overeenstemming met onze Belgische collega's gemaakt. Ja, maar er bleek in ieder geval vertrouwen uit in de Vira. Ja, vertrouwen altijd met de opmerking erbij dat alle mensen die te maken hebben gehad met een introductie van een trein, laat staan een hoge snelheidstrein, laat staan een internationale hoge snelheidstrein, weet dat een introductie van een trein een heel complex en spannend traject is, waarbij je top sharp moet zijn en je voorbereid moet zijn op dingen die je niet van tevoren verwacht. Dus het is niet dat we daar dachten een walk in the park te hebben, maar alles overwegen met alle expertise rond de tafel, niet alleen van onszelf, maar met alle deskundigen in de hele sector, leverde dat ons beiden voldoende vertrouwen op om te gaan rijden, uiteindelijk. Oké. Kort voordat die beslissingen over de dienstregelingen werden genomen, hadden de staat en de NS ook een onderhandelakkoord gesloten. Was er sprake van invloed van dat onderhandelakkoord op de besluitvorming over de startdatum om te gaan rijden? Nee. Kunt u dat toelichten? Was dus louter operationeel en wat u net vertelde, ja, van die Hanselijn en het Kernet, er stond op geen enkele manier druk op de besluitvorming vanuit dat onderhandelakkoord? Niet dat ik weet, nee. Waarbij toch een soort paradox ontstaat, dat omdat dat Kernnet nog beter gaat worden benut, dat dan lastig is voor HSA. Ja, dat was het in de kern het lastige van die keuze. Ja. Welke rol speelden die financiële afwegingen in dat besluit? Ja, wat ik net aangaf, niet. En dat gold voor alle spelers die daaraan tafel zijn? Zover ik weet wel, ja. He, want dat was natuurlijk een steekspel tussen onderlinge belanghebbenden van NS. Die natuurlijk begrip voor elkaar standpunt hadden, maar tegelijkertijd wel voor het eigen winkeltje opkwamen. En daar speelde dit geen rol, nee, de financiën? Niet dat ik weet. In hoeverre had het besluit dan ook te maken met, dat zal dan ook wel niet zijn, maar ik wil het u toch expliciet vragen. Mm-hmm. Het besluit over die startdatum te maken met het feit dat de concessievergoeding betaald moest gaan worden? Dat had daar ook niet mee te maken. Nee, punt. Heeft u enige kennis of wetenschap of gehoord dat er druk door de staat of vanuit de politiek was op die besluitvorming toen, om per december 2012 de dienst Amsterdam-Brussel te starten? Nou, een paar dingen erover. Dit bedrijf, deze lijn, deze trein was natuurlijk al jaren onderwerp van aandacht van de politiek en in de maatschappij. Dus natuurlijk voelden wij die uitgebreide belangstelling voelden wij elke dag. Mag ik uitgebreide belangstelling vertalen met hete adem in de nek? Nou, niet zozeer hete adem in de nek, maar wel dat er veel maatschappelijke aandacht voor was. En dat voel je. Dat neemt echter niet weg. Dat we en dat merkten onze mensen in de trein ook. We stonden menigmaal in de krant. En dan krijgen onze conducteurs dat geregeld terug van hun klanten. Dus ja, natuurlijk leefde dat ontzettend in ons bedrijf. Maar dat is wat anders dan dat het onze keuzes heeft beïnvloed. En het financiële aspect was nou net juist opgelost met het onderhandelakkoord. En daarmee was het dreigend faillissement eind 2011 gelukkig van tafel. Oké. Dan gaan we verder met de relatie tussen HSA en NSFNC. NSFNC is dus de leasemaatschappij die de treinen leest, de treinen koopt. En HSA leest het van NSFNC. Er was dus besloten dat in december 2012 de Vira van start zou gaan op de dienstregeling tussen Amsterdam en Brussel.
Maar HSA had nog helemaal geen treinen. Op dat moment dat dat besluit genomen werd. Die waren nog niet toegelaten en ook nog niet afgenomen. En dat moest u nog organiseren met de mensen van NSFNC. En vanaf december 2011 leent HSA dan twee treinen van Ansaldo Breda om de voorbereidende ritten uit te voeren. Een belangrijk onderdeel is het uitvoeren van ritten om de bedrijfszekerheid, met andere woorden de betrouwbaarheid van die treinen, dan uit te proberen. En onze vraag is, dat koopcontract dat NSFNC had gesloten, garandeerde dat dan niet voldoende dat er bedrijfszekere treinen zouden worden geleverd? Nou, het is belangrijk om daar een onderscheid te maken. De primaire verantwoordelijkheid voor de technische kant van de treinen lag bij, in eerste instantie natuurlijk bij de fabrikant zelf. Dat is de primaire verantwoordelijkheid van een leverancier. En secundair bij Financial Services, die namens NS en namens NMBS die treinen afnam. En daar de expertise en de verantwoordelijkheid voor droeg. Wat wij toen wilden, lerend ook weer van andere introducties van andere treinen, is een, wat wij noemden een integraal proefbedrijf. Mm-hmm. Waarbij we juist andere zaken testen dan de technische kant van de trein. Maar juist bijvoorbeeld logistieke zaken. Hoe lang duurt het, praktische dingen, hoe lang duurt het om van de werkplaats in de Watergasmeer naar Amsterdam Centraal te komen. Maar ook familiarisatieritten voor onze conducteurs en machinisten. En inclusief opleidingen en trainingen voor ons rijdend personeel. Dus daar wilden wij graag die treinen voor gebruiken. Dus dat waren andere zaken dan de technische kant van de treinen. Want dat was nou juist de verantwoordelijkheid van Ansaldo en Financial Services. En we deden dat lerend van andere introducties van treinen. Want hoe sneller je daar mee begint, hoe meer je over die treinen weet, los van de techniek, maar over hoe het operationeel werkt. Dat snap ik dat je dat wilt doen, maar in het contract was afgesproken dat er afnameritten moesten worden gereden voordat de treinen werden overgenomen. En ik kan me zo voorstellen dat in die afnameritten je dit soort zaken dan onderzoekt. En die afnameritten zijn toch geweest, maar waren die ritten dan niet voldoende om de bedrijfszekerheid van die trein te weten te komen? De afnameritten richten zich op de technische kant van het verhaal. En waar wij ons met dat integrale proefbedrijf op richten, was veel meer op het totale, totale logistieke en operationele proces. Want dat gaat over meer dan alleen rijdt de trein van A naar B, maar ook hoe interfereert hij met de verschillende perrons, om maar even een simpel voorbeeldje te geven. Maar ook training en opleiding te doen voor onze machinisten. En vanaf wanneer realiseerde u zich dat u dit soort bedrijfszekerheidsritten moest gaan doen? Ik weet niet exact meer wanneer we dat hebben bedacht. Maar dat was voor die loan and use fase eind november, eind 2011 was dat bedacht, zover ik mij kan herinneren. En dat deden we dus lerend, kijkend naar andere introducties om ons heen. Omdat we wisten dat elke nieuwe treinintroductie spannend is. Oké, maar u zegt dan, we moesten een proefbedrijf gaan uitvoeren. Dat waren die bedrijfszekerheidsritten. Maar dat wist u ook dat u dat, dat veel meer tijd zou gaan kosten? Nou, we hebben dit zelf bedacht. Dit bestond niet, het was ook niet gecontracteerd, het is ook niet wettelijk vastgelegd. Dus we deden dit on top of alle andere zaken die er al waren. Als u mij toestaat, zou ik graag daar even kort iets over toelichten hoe dat hele traject gaat. Ik zou het kort houden. Volgens mij dat komt nog aan de orde, het proefbedrijf. Dus ik heb nog één vraag erover, want dat zal mijn collega ook nog wel verder gaan doen. Maar als ik het goed begrijp, deed u niet alleen een integraal proefbedrijf, maar u deed ook nog operationele verificatieritten. Nou, dat doet Financial Services, die de treinen afneemt. Ja. Bij de afname van elke trein. Maar dat is dan ook nodig? En dat stond ook in het contract van NS Financial Services dat ze dat zouden gaan doen? Nou, ben ik even overvraagd, maar volgens mij stond dat in het contract van Financial Services. Gaan we verder. Toen uiteindelijk HSA zelf met die geleende treinen ging rijden, die treinen die u dus in januari 2011 december 2011 leende, toen kwamen de betrouwbaarheidsproblemen aan het licht die tot dan toe onbekend waren. Waren die nou eerder onbekend omdat HSA geen directe relatie met Ansaldo Breda had tot dan toe?
Dat is, vind ik, een lastige vraag om te beantwoorden. Ik weet wel dat we juist dit deden om dit soort zaken naar boven te krijgen. Daarom wilden we juist die treinen in zo'n integraal proefbedrijf kunnen rijden om niet de technische kant te bekijken, maar ook vooral te kijken hoe doet de trein het in het echt. Schrok u van die problemen die toen opkwamen? Nee, omdat het, zo werd mij verteld, dezelfde soort items waren die altijd bij nieuwe treinen naar boven kwamen. En dat ze ook gedurende de periode niet veranderden. Dus het was wel natuurlijk, waren natuurlijk wel belangrijke onderwerpen, maar niet iets wat ons verbaasde. Waren het dan in vaktermen kinderziekten of structurele problemen die u toen zag? Ja, ik denk dat het op dat dat waren kinderziektes. En dat is, dat is helaas onderdeel van het feit dat je met nieuwe treinen begint. Helaas is dat bij alle treinen, bij alle leveranciers het geval. En dus daar ben je op voorbereid. Ik vond dat zelf ook, ik heb zelf 10 jaar in de luchtvaart gewerkt. Ik vond dat zelf, toen ik net in het spoor begon, ook opvallend. Maar ik heb later wel begrepen hoe dat komt. Omdat, eigenlijk om 2 redenen kort gezegd. Er is geen Europese standaard, zoals die bijvoorbeeld wel in de luchtvaart wereldwijd geldt. En er worden steeds kleine series besteld. Door ook weer veranderende wetgeving. En dat maakt dat elke serie weer opnieuw door de zogenaamde badkuipkrommen heen moet van kinderziektes. En in de luchtvaart is dat helemaal uitgetest en uitontwikkeld. Met bijvoorbeeld een 737 of een A320. Maar ook bij nieuwe vliegtuigtypes, bijvoorbeeld een A380 of de Dreamliner van Boeing, zie je daar ook zo'n traject van kinderziektes. En helaas heb je daar in spoorwereld altijd mee te maken, omdat je steeds weer een kleine serie met nieuwe standaarden moet introduceren. Dus daar waren wij en alle deskundigen op voorbereid. En wie trouwens toen uiteindelijk dat die proefritten ging maken, wie zei dat het bekende probleem waren, dat het verwacht was? Dat was een combinatie van Financial Services en onze eigen mensen en die van NMBS. En wie van Financial Services zei dat? Weet je dat nog? Ja, ik zat elke 2 weken met mijn collega's van Financial Services en onze projectmanagers aan tafel. Dus dat is daar meerdere malen besproken. Maar dan hebben we het over de heer De Leeuw of ook... Meneer De Leeuw was daar en meneer Van Dijk was daar ook. Van Dijk, ja. En die hadden u al gewaarschuwd, dit gaat er waarschijnlijk gebeuren, want dat weten wij. Nou, zo gaan dat soort gesprekken niet. Daar zit alle deskundigheid, ook inclusief Netrain, aan tafel. Ja. En daar wordt er gekeken, wat zijn de items, hoe moeten we die oplossen, zitten daar dingen in die ons verrassen, ja, nee, wat doen we eraan, wat is de doorlooptijd ervan, et cetera. Dus zo hebben we daar gesproken. Oké, het koopcontract, was het nou voldoende afgestemd op de belangen van HSA? Want HSA heeft natuurlijk een belang bij een snel geleverde en bruikbare trein. Zat het nou voldoende in het koopcontract van NSFSC? Ja, ik ben geen deskundige op koopcontract, dus ik weet niet of het voldoende was of niet. Ik weet niet of een ander contract ons beter had geholpen. Feit was wel eens dat het een heel strak contract was. Wat, naar ik begreep van onze collega's van Financial Services, niet veel ruimte liet om dingen aan te passen gedurende de rit. Een strak contract? Maar ik kan daar geen waardeoordeel of dat daarmee een slecht of een goed contract was. Want heeft u daar, er was weinig ruimte om dingen aan te passen. Heeft u daar nog discussies over gehad met NSFSC? Als bijvoorbeeld HSA iets ontdekte wat misschien toch nog anders zou moeten? Of... Nou, we hebben daar zeker, zoals bijvoorbeeld zo'n integraal proefbedrijf was niet voorzien in het contract. Dus daar hebben wij zeker met onze collega's van Financial Services over gesproken. Van hoe kunnen we dat toch voor elkaar krijgen? Dus dat soort gesprekken hebben zeker plaatsgevonden. In de tijd en ook met welke treinen? Ja, ook. Ja. Ja. En waren er nog meer onderwerpen die dan bediscussieerd waren? U sprak elkaar elke om de 2 weken? Ja, wat ik zeg, daar kwam alles rondom de V250 op tafel. Tenminste, ik denk alles. In ieder geval alle deskundigheid daar rond tafel zitten. Want de belangen van NSFSC en die van HSA in dit VIRA-project, waren die nou voldoende in lijn met elkaar? Ik kan me zo voorstellen dat, omdat je een andere type bedrijf ben, dat die belangen niet af en toe wel eens botsen? Die botsen absoluut wel eens. En waar botsen ze dan wel eens?
Nou, op het snijvlak van wat wij operationeel wilden en wat Financial Services dacht dat contractueel mogelijk was of verstandig was. Heeft u daar een voorbeeld van? Zo'n bruiklenenovereenkomst, zo'n loan and use overeenkomst is daar een goed voorbeeld van. En waar zit dan precies de belangentegenstelling? Wat ik u net aangaf, het contract gaf daar geen mogelijkheid voor. Financial Services was bang dat als je het contract ging aanpassen, dat je daarmee ook aan saldo de ruimte gaf om onder het contract uitkomen wellicht, maar in ieder geval meer ruimte in het contract te nemen. En dat was hun zorg en ook hun expertise. En daar zochten we dan met elkaar naar een oplossing. Als ik het dan zo een beetje omschrijf, dus NS Financial Services had een juridisch behoorlijk dichtgetimmerd contract. En de praktijk van de vervoerder die paste daar niet altijd op. Omdat alles wat je juridisch bedenkt niet helemaal overeenkomt met wat er later misschien nodig is. Ja, correct. Want de heer Roelofs, die hebben hier eerder deze week horen verklaren dat de trein niet paste binnen de gebruiksvoorwaarden van NS, maar wel voldeed aan een koopovereenkomst. Was het dan zo dat er eigenlijk gaten vielen tussen de koopovereenkomst en de gebruiksvoorwaarden van de NS? Dat kan ik niet zo 1, 2, 3 plaatsen, wat hij daarmee bedoelde. Nou ja, dit soort zaken. Dus de koopovereenkomst zegt, oké, dan moet die trein geleverd worden en er is helemaal geen, dat is een zwart-wit beslissing. Terwijl je natuurlijk vanuit de NS misschien zou willen proefrijden en eerder zo'n trein zou willen uitproberen. Dat zou naast zo'n gat kunnen zijn. Dat wat ik net aangaf, dat was een gat. Ja. Maar ik weet niet of hij daarop doelt. Nee. Maar waren er nog meer voorbeelden dan alleen het integraal proefbedrijf van dingen die HSA nodig had, maar die niet in het contract zaten? Niet dat ik zo 1, 2, 3 kan bedenken, maar wellicht heeft u iets in gedachten. Het grote probleem lijkt mij dat HSA natuurlijk snel wilde rijden. Die trein is natuurlijk wat vertraagd. Ik ben benieuwd hoe die discussie dan ging met NSFNC. Dus HSA wil snel gaan rijden, of die heeft een concessie in zijn nek hijgen. En NSFNC begeleidt de bouw van die trein. En dat duurt maar. Heeft u daar dan discussies over gehad? Nou, we hebben, over wat er ook in het contract daarover stond? We hebben, zoals ik u vertelde, we zitten elke 2 weken aan de tafel. En daar hebben we het over hoe wij die treinen in gebruik kunnen nemen. Daarvoor zijn ze gekocht. Dat is ook wat Financial Services wil. Dat is wat wij willen. Dat is wat Netrein wil. Dat is wat onze Belgische collega's willen. Dus daar zitten we daarvoor rond de tafel. Dat neemt echter niet weg dat het uitgangspunt voor de verschillende partijen een ander is. Contract was daar een belangrijk element in. En daar spraken we dan met elkaar over. Ja, want u zei net, er hebben verschrikkelijke discussies plaatsgevonden. Verschillende, zei ik. Oh, ik stond... Dus, geloof ik hoor, ik kan me niet herinneren dat het verschrikkelijk zei. Maar dat kunnen we vast nog checken. Maar u kunt zich niet meer herinneren waar dan die discussies over gingen? Nou, wat ik u net aangaf. Nou, dit is één voorbeeld. Over de bruiklijnovereenkomst, maar ook over... alle andere operationele zaken over hoe gaat het met de planning van de treinen, wat voor maatregelen nemen we in Italië, in Nederland, noem het allemaal. Dat kwam daar allemaal ter sprake. Ja, maar uiteindelijk bent u dan afhankelijk van NSFNC en NSFNC dan van de projectleider om dat allemaal dan voor elkaar te krijgen, om uw belangen zeg maar door te vertalen naar uiteindelijk de treinenbouwer. Ja, klopt. En leeft er binnen HSA dan ook behoefte om wat meer met Ansaldo Breda samen te werken? Ja, die behoefte leefde zeker, ja. En hoe heeft u dat kenbaar gemaakt en waar zat die behoefte? Nou, die behoefte bestond al langer. Onze behoefte was eigenlijk, laten we zorgen dat dit project volledig integraal wordt aangestuurd. Vanuit NS-optiek dan. Dus niet 3 verschillende partijen, maar 1 integrale aansturing. De 3 verschillende partijen is... zijn de Netrein, Financial Services en HSA. En dan ook Lloyds ingehuurd nog? Dat is wat Financial Services... Ja. Maar even gewoon de 3 partijen binnen NS. Daar hebben mijn voorgangers voor gepleit. Recent, nog voordat ik net startte als directievoorzitter. Dat gebeurde helaas niet. Dus hebben wij toen, en heb ik toen ik begon als directievoorzitter ook, dat tweewekelijkse overleg gestart. Om dan op die manier maar die integraliteit rond de tafel te krijgen. En op die manier probeerden wij die behoefte die we hadden om dichter bij Ansaldo te komen vorm te geven.
En wat wilde u dan met Ansaldo bijvoorbeeld gaan regelen of vragen? Nou, die kennis krijgen die we uiteindelijk dus in zo'n proefbedrijf hebben weten te organiseren, is dus zoveel mogelijk kennis over de treinen krijgen, zodat wij het hele traject van opleiden van mensen, wat gewoon een lang traject is, bijvoorbeeld goed zouden kunnen voorbereiden. En dat wij alle andere logistieke en operationele zaken goed zouden kunnen voorbereiden. Maar die kennis die zou je in theorie allemaal van NSFNC moeten krijgen? In theorie, maar die kregen we niet van NSFNC of was die vertaalslag te lastig? Nou ja, het is toch fijn als mensen met elkaar deskundigheid kunnen uitwisselen. Ja. En hier was contractueel voor een andere manier gekozen. Ja. En uiteindelijk hebben we dat dus zo goed mogelijk weten proberen te benaderen met zo'n dat tweewekelijkse overleg. Maar dat was in ieder geval de behoefte die we hadden. Ja. U zei net, het uitgangspunt van de HSA en de NSFNC was anders. Kunt u dat even toelichten, waarom de verschillende verschil zat in de uitgangspunten? Nou, ja, u gaf het zelf aan. Het contract maakte dat niet alles wat wij het liefst zouden willen direct mogelijk was. En dat is een keuze van een contract. Daarmee wil ik niet zeggen dat het een goed of een slecht contract is, want ik weet niet hoe een ander contract eruit had gezien. Maar dat was in ieder geval de consequentie van dat contract. Ja. Had u nou het idee dat NS Financial Services voldoende rekening hield met de belangen van HSA? Bijvoorbeeld dat belang van op tijd rijden voor de concessie? Ja, dat idee had ik wel. Dat was, waren af en toe stevige gesprekken, maar dat idee had ik wel, ja. Maar uiteindelijk is er 5 jaar vertraging bij de oplevering van die treinen. Ja. En toch hebben ze voldoende rekening gehouden met de belangen van HSA? Ja, maar aan het begin van het gesprek gaf ik aan, die vertraging werd deels veroorzaakt door de lijnen en deels door Ansaldo Breda. Ik heb niet de indruk dat die vertraging werd veroorzaakt door Financial Services. Nee, maar Financial Services was de contractmanager die dus Ansaldo Breda moest aansturen. Ja. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk van welk deel van de vertraging te wijten is aan Ansaldo Breda, maar dat was zeker wel een deel. Maar dat moet toch ook behoorlijk frustrerend zijn geweest voor HSA? Dat het allemaal zo indirect moet en dat je uiteindelijk... De vertraging was sowieso frustrerend. Ja. Natuurlijk was het af en toe ook... Onze mensen zijn zeer betrokken. Die willen niks liever dan helpen om die trein te kunnen introduceren. Dus natuurlijk was het af en toe frustrerend. Tegelijkertijd was dat de situatie waar we mee te werken hadden. En is dat het feit waar we mee hebben te dealen, om het maar zo te zeggen. Wat voor discussies heeft u hierover gehad? Hoe gaan die discussies dan? Wat ik u zei, we zaten elke 2 weken bij elkaar. En dan werden al deze onderwerpen besproken. Dat waren stevige gesprekken, want het zijn serieuze onderwerpen. Maar uiteindelijk werden er altijd de benodigde acties ondernomen. En kreeg u ook voldoende en op tijd informatie over de planning? Nee, dat hadden wij liever anders, vaker gezien. Alleen... Ja. Was de indruk die ik in ieder geval van Financial Services duidelijk kreeg, lag dat meer aan Ansaldo Breda dan aan Financial Services. Oké, dus dat was ook weer helemaal, dat lag ook verderop en dat kon je uiteindelijk ook NS Financial Services weer niet verwijten dat zij zo laat weer informatie kregen. Ja. Daar gingen die gesprekken dan ook weer over. Ja. Is HSA nou voldoende betrokken geweest bij de bouw van de trein en de overname van de trein om te zorgen dat uiteindelijk die trein voldoende bruikbaar zou zijn? Als u nu terugkijkt. Nou, wij hadden in ieder geval niet de deskundigheid op het gebied van de bouwen van de trein. Dus ik kan niet zeggen of wij er wel of niet voldoende bij betrokken waren. Het was niet aan de orde en we hadden ook niet de deskundigheid. Dus u was ook gewoon afhankelijk van NSFNC wat dat betreft? Ja. En die opmerking die we net maakten over dat je wel wat meer zou willen weten, dat heeft meer te maken met het proefbedrijf en weten hoe die trein vervolgens in elkaar zit. Correct, ja. Ja. Stond HSA nou ten opzichte van die andere onderdelen van NS, die hierbij betrokken zijn, Netrain, NS Financial Services, op een gelijke voet? Of had HSA als gebruiker van de trein een bepalende stem, als er verschillen van inzicht waren? Nee, we stonden op gelijke voet. En hoe besluit je dan? Want 3 partijen op gelijke voet, dat is best lastig besluiten. Dat is best lastig. Hoe doe je dat dan? Tegelijkertijd was het goede dat we allemaal met betrokken mensen te maken hadden. Dus het merendeel van de besluiten kregen we daar voor elkaar. En als er conflicten waren of in de zin van dat er tegengestelde belangen waren, bespraken we dat op NS-directieniveau.
En daarmee wil ik niet zeggen dat ik dat de ideale situatie vond. Maar dat was de situatie op dat moment. En die hebben we zo goed mogelijk proberen. Maar bedoelt u nou te zeggen dat als u met z'n drieën er niet uitkwam, dat het dan geëscaleerd werd naar boven en dat de NS-directie de knoop doorhakte? Correct. Dan hakte de NS de knoop door, oké. Hoeveel zicht hadden HSA en NS nou op de daadwerkelijke prestaties van die Vira, toen de NS-directie in maart 2012 besloot om de Vira in te zetten? Aan het eind van het jaar? Hoeveel zicht had je nou op de echte prestaties van dat materieel? Ja. Toen de NS-directie, die uiteindelijk, zoals je net zei, de knoop doorhakt, besloot om in december die trein in dienst te nemen? Nou, we hadden toen de eerste inzichten van de geleende treinen. En we hadden de inzichten van Financial Services en van Nettrein. En die adviezen hebben wij meegenomen in de besluitvorming richting NS-directie. Ja, u zegt dat u die inzicht had, maar wat was de inhoud van dat inzicht over die twee geleende treinen? Nou, dat was de status van die treinen op dat moment. Dat het conform verwachting was, dat de issues die er speelden, dat die te verwachten waren en dat toenemend vertrouwen was in de planning van Ansaldo, als ik het mij goed herinner. Maar nog even iets concreter. Was de verwachting toen van die treinen gaan goed functioneren in december? Was dat op dat moment het inzicht? Nou, daar geldt weer voor wat ik net ook aangaf. Bij elke nieuwe trein weet je dat er kinderziektes zullen zijn. Dus dat bewustzijn was er wel degelijk. En over de keuze die we toen hebben gemaakt, hebben we het net uitgebracht. Ik had graag die backup nog in stand gehouden, maar ja, Dat was wat er speelde. Dus als ik dit even de relatie tussen NS, dus HSA, NSFSC, Nettrein en NS-directie samenvat. U staat op gelijke voet. U had graag wat meer inzicht gehad, wat meer contact gehad met Ansaldo Breda als uiteindelijke gebruiker van die trein. Dat kon niet vanwege het contract, omdat NSFSC een behoorlijk dichtgetimmerd contract had. U was afhankelijk van de informatievoorziening van NSFSC. Als u met z'n drieën er niet uitkwam in dat tweewekelijks overleg, dan hakte de NS-directie de knoop door. Ja, dat bespraken we in ieder geval op directieniveau. Ja. En dan gingen we weer verder. Ja. En heeft u, en als ik dan nog even vraag, is er nou uiteindelijk vanuit het directieniveau voldoende rekening gehouden met de belangen van HSA? Ook, het voorgaande wat we besproken hebben met de wens tot een backup. Ook de wens om wat meer bij Ansaldo Breda betrokken te zijn geweest. Was dat voldoende? Ja. Uiteindelijk moet u dus gewoon dat fantastisch prestigieuze project gaan uitvoeren. En ik heb een beetje het idee, maar corrigeer me als ik het niet goed begrijp, dat uiteindelijk de speelruimte van HSA niet beperkt was. Dat klopt. En dat had ik, wat ik al net al aangaf, had ik graag anders gezien. Alleen op enig moment is dat de werkelijkheid waar je mee te maken hebt. En hebben we dat als realiteit aangenomen en verder zijn we verder gegaan. En toen bent u verder gegaan. Even naar mevrouw Bergkamp. Ja, dank. Nog even een vraag over de betrokkenheid van HSA. HSA heeft operationele kennis. Heeft HSA ooit wel de wens geuit dat dat verstandig zou zijn geweest om wat meer samen te kunnen werken met Ansaldo Breda, met NSFSC, juist vanuit die operationele kennis die daar zat? Ja. En hoe werd daarop gereageerd? Nou, waar we het net over hadden, dat slechts beperkt kon vanwege de risico's in het contract. En uiteindelijk hebben we daar de modus in weten te vinden van die loan-and-use-treinen. Maar dat was hoe daarop werd gereageerd. Dus vanuit het contract, hè, was in het verhoor met mevrouw Vos, was het een beperking. Maar u heeft wel gemerkt dat het in de praktijk wel lastig daardoor was. Want ja, je staat wel erg op afstand. Ja. Je hebt de operationele ervaring. Je bent verantwoordelijk straks voor de uitvoering. Dus dat was wel een beperking, kijkend naar het proces. Ja, dat is een beperking, kijkend naar het proces. Tegelijkertijd geldt ook hier weer dat er een hele reeks van checks en balances in zat, die ons goed vertrouwen gaf over de treinen. Want dat begint natuurlijk bij de leverancier, Ansaldo Breda, die deugdelijke treinen moet afleveren. Dat is haar primaire reason to be, zou ik bijna willen zeggen, en verantwoordelijkheid.
Dan hebben we vervolgens Financial Services met haar deskundigheid en contractuele verantwoordelijkheid, die weer deskundigheid inhuurt om dat nog eens een keer beter te weten. Dat gebeurt aan Belgische kant ook. Dan heb je twee toelatende instanties. Aan Belgische kant hadden we ook nog Belgorail. Daar heb je de twee toelatende instanties, IOT en Davis in België. Dan hebben we ProRail in Nederland, Infrabel in België. Die toelating moet dus een keer aan drie standaarden voldoen. Een Europees, een Nederlandse en een Belgische. Die gaan ook nog alle drie op een verschillende manier en veranderen ook nog gedurende de rit. Maar dat maakt het proces complex. Maar het prettige ervan is dat doordat er op verschillende manieren getoetst wordt, je weer een extra check hebt. En dan vervolgens hebben we nog de deskundigheid bij Netrain en de twee vervoerders, HSA en NMBS. Dus er zijn is een hele reeks van checks en balances die ons een goed vertrouwen gaf over het inzicht dat we van de treinen kregen. En daarnaast hebben we nog eens een keer extra maatregelen genomen om toch nog eens een keer extra voorbereid te zijn. U heeft heel mooi in een minuut het hele brede veld geschetst van al die verschillende partijen, al die verschillende belangen. U zegt dat was ook prettig vanuit de checks en balances. Ja, maar het was ook heel lastig. Maar het was ook lastig. Dus ja. Beide was uw indruk. Is het nou zo dat u op een moment dat u toch het lastig vond, heeft u ooit geëscaleerd echt naar de NS-directie? Over welk onderwerp? Over de complexiteiten van al die belangen. Uiteindelijk staat u aan het einde van de hele keten, van het hele proces, met u verantwoordelijk voor een betrouwbare, veilige dienst met de reizigers. Dus ik kan me voorstellen dat er momenten zijn geweest waarvan u misschien dacht van nou, dit moet echt naar hoge hand besloten worden. Nou, waar we het net over, er zijn een aantal momenten geweest waarin we dat hebben gedaan. Verder was dat ook onderdeel van hoe de spoorsector, in ieder geval op dat moment, ik kan er nu niet over oordelen, maar op dat moment was georganiseerd. En wat we verder hebben gedaan, en dat was ook goed bekend. Mijn vraag was, sorry, ik onderbreek u even, mijn vraag was van, u heeft vaker geëscaleerd echt naar de NS-directie. Dus op het moment van het backup dat er niet was, het vervallen van de Benelux-trein, maar als we ook van start gaan, zeg maar, we hebben het over de periode 2012. Zijn er toen al momenten geweest waarin u geëscaleerd heeft aan de NS-directie? De Benelux, dat was in 2012. We hebben het over de hoe zeg je dat? Eerdere afname van de treinen gehad. Dat speelde in 2012. En daarnaast hadden we een heel overleg ingericht met al die 10 partijen rond de tafel elke maand. En daar was de NS-directie ook van op de hoogte. En verder werden alle belangrijke besluiten het introduceren van de treinen ook helder daar besproken. Maar niet geëscaleerd van wij willen meer betrokken worden. Wij willen onze operationele kennis en verantwoordelijkheid meer inbrengen in het proces. Nou, dat hadden we net gedaan voordat ik aan tafel kwam in de rol van directievoorzitter. En daar was toen wederom aangegeven onze voorkeur gaat uit om het zo te doen. Dus hebben we die andere organisatie aanpak gekozen met dat strategische overleg wat we elke twee weken hadden. Maar het is dus wel geëscaleerd voordat u in de positie kwam. Ja. Van wij willen meer betrokken worden, onze kennis in het proces. Ja. Is het nou zo dat er voldoende tijd was om mensen op te leiden en voor dat proefbedrijf? Want als we kijken naar de aankoop en de levertijd, dan was dat eigenlijk al heel krap. Was er überhaupt in die hele planning tijd om mensen goed op te leiden voor een proefbedrijf? Was dat realistisch? Nou, wat ik straks aangaf, er was niet een standaard voor. Er was niet iets, een benchmark waarvan ik kan zeggen, je moet zoveel proefbedrijven, want we hebben dat zelf bedacht. Maar je wil niet voor niks zo'n proefbedrijf. Het doel is om achter een aantal dingen te komen. Mijn vraag aan u is, was daar voldoende tijd om mensen op te leiden en voldoende tijd voor dat proefbedrijf? Ja, er was voldoende tijd voor. Ja. Was voldoende tijd voor. Ja. Gaan we naar een ander vraagstuk, namelijk APTO-constructie. Anticipated Preliminary Takeover. En dat wil zeggen dat je de treinen voortijdig overneemt. In april 2012 bespreekt de NS-directie het voorstel of het voornemen om treinen voortijdig over te nemen. De treinen voldeden toen nog niet aan de koopovereenkomst. Er waren een grote lijst met openstaande punten en de trein was ook nog niet toegelaten. Waarom werden treinen voortijdig overgenomen? Nou, we hadden die loan-and-use treinen. En op een moment gaf Ansaldo Breda aan dat ze die overeenkomst niet wilden voortzetten. En toen hadden wij goede ervaringen met die loan-and-use treinen. We waren blij dat we die treinen konden gebruiken voor het proefbedrijf. Dus zijn we met Financial Services rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we op een andere manier
over treinen konden blijven beschikken. Maar wat was de reden, geeft u aan, was dat Ansaldo Breda wilde niet meer leentreinen beschikbaar stellen? Ja. Dus Ansaldo Breda gaf op dat moment aan van, nou, je moet of de treinen overnemen of niets. Dat was een beetje de keuze. Ja, ik kan me dat niet exact meer herinneren, maar in ieder geval willen ze niet meer die leentreinen, die afspraak daarover voortzetten. En dus zijn we met Financial Services rond de tafel gaan zitten. En hoe reageerde NSFNC? Nou, we hebben in eerste instantie natuurlijk lastig contract, et cetera. Maar uiteindelijk hebben we daar weer een modus in gevonden en met elkaar rond de tafel gezeten. En toen is dit idee daaruit gekomen. De heer De Leeuw gaf in het verhoor aan dat NSFNC het niet wilde, maar dat HSA deze constructie wilde om vanwege de deadline, namelijk september van start gaan met de commerciële dienst Amsterdam-Rotterdam, dus dat er een druk achter zat en dat de wens dus heel expliciet kwam van HSA en dat NSFNC dat eigenlijk niet wilde. Was ook dat uw indruk? Van die gesprekken daarover? De wens kwam van ons om op eenzelfde manier met de treinen door te kunnen gaan, die we in die loan use overeenkomst hadden. Wij hadden niet de deskundigheid en ook niet de positie om daarover met Ansaldo te onderhandelen. Dat was de verantwoordelijkheid van Financial Services. En uiteindelijk is dit door Financial Services bedacht en hebben wij het ook zo voorgesteld, gezamenlijk aan de NS-directie, om dit zo te doen. Dus dit is wel degelijk met instemming van Financial Service gebeurd. Ja. En als zij het niet mee eens waren geweest, was het niet gebeurd en had ik het ook niet gewild. Maar het kan ook zijn dat ze uiteindelijk instemmen, maar dat ze er eigenlijk niet blij mee waren en in eerste instantie zeiden nee, dat willen we niet. Ja, is het zo gelopen? Of? Zoals ik de collega's van Financial Service kende, als ze iets echt niet willen en niet verstandig vinden, dan hadden ze het ook niet gedaan. Maar ik heb het nog even niet over het eindbesluit, want uiteindelijk zijn er een aantal treinen voortijdig overgenomen. Maar merkte u dat NSFNC het eigenlijk liever niet wilde? Nou, wat ik net ook aangaf, dat gold voor meerdere elementen. Ik heb het even over deze constructie. Het uitgangspunt bij al dit soort punten was per definitie een andere. Zij acteerden vanuit het contract, wij acteerden vanuit wat willen we als vervoerder. Dus dat moest je elke keer bij elkaar brengen. Ja, maar mijn vraag is volgens mij vrij concreet. Was het nou zo dat NSFNC het liever niet had gehad dat de treinen voortijdig zouden zijn overgenomen? Dat herken ik niet, nee. U merkte geen weerstand daar? Nou, niet andere weerstand dan we hadden vanwege het verschillende uitgangspunt. Dat wilde ik net toelichten. En, ze zaten vaak in de weerstand. Nou, dus nu ook. In de zin van dat zij vanuit hun verantwoordelijkheid voor het contract een heel ander uitgangspunt hadden. En dat maakte het lastig. Maar we wisten dat te overbruggen. En uiteindelijk heeft dat tot deze constructie geleid, die zij zelf hebben voorgesteld en ook hebben uitgevoerd. Maar is het zo dat het verzoek kwam vanuit HSA? Toen is NSFNC mee gaan denken in de oplossing. Maar in principe, in feite, hebben ze wel aangegeven van we willen dit liever niet vanwege risico's. Of dat herkent u niet? Nou, wat ik u net aangaf, wij wilden graag doorgaan met die treinen voor het proefbedrijf. Werden geconfronteerd met dit feit. Nee, ik snap wat u wilde, maar mijn vraag is even. We hebben dat toen vervolgens aan Financial Service gevraagd. Hoe kunnen we dit oplossen? En wat was toen de eerste reactie van NSFNC? Dat kan ik me echt niet meer herinneren. Maar ik kan me wel heel goed herinneren, een hele constructieve brainstorm. Ik weet ook precies waar we zaten. En daar is dit uit voortgekomen. Ja, dus u merkt wat de heer De Leeuw in het verhoor zei, dat NSFNC het niet wilde. Dat herkent u niet? Nee, en dat blijkt ook niet uit de stukken. Nogmaals, zoals ik Financial Services ken, als ze iets niet zouden willen, dan zouden ze het ook echt niet doen. Nee, maar ik heb het niet over uiteindelijk de eindconclusie, namelijk dat er een aantal treinen APTO's zijn overgenomen. Ja. Voor dit verhoor is het belangrijk om te weten, was er nou weerstand bij NSFNC tegen het voortijdig overnemen van de treinen of niet? En u geeft aan in dit verhoor, ik merkte daar niks van. Nou, niks anders dan wat ik net aangaf. Namelijk dat het vanuit het contract lastig was en dat was hun primaire verantwoordelijkheid. En vervolgens zijn we met elkaar gaan nadenken hoe we dat zouden kunnen oplossen. En daar is niet echt, denk ik, een ja of nee of zwart-wit antwoord in. Ja. Dat was hoe het ging. Dus ze waren er niet blij mee, mag ik dat dan zo zeggen? Nee, eigenlijk ook niet. Wat vonden ze dan van goed idee? Gaan we doen? Nou, we uiteindelijk is dit idee uit hun eigen koker gekomen. En hebben ze het ook zo voorgesteld. En wat was nou hun eerste reactie daarop? Ja, ik kan het nog een keer herhalen. Ja. Dat zij vanuit hun contractuele rol
lastig vonden. En tegelijkertijd begrepen ze wat wij wilden en hebben ze daar constructief aan meegewerkt. En hebben zij zelf deze APTO-constructie bedacht. Dus u weet nog wel, u kunt zich nog wel herinneren wat hun eerste reactie was. En dat was lastig vanwege het contract. Ja, maar dat was niet anders dan met andere elementen, want dat was ook gewoon lastig vanuit het contract. Ja, dus maar daarmee was u vroeg naar weerstand en dat vind ik wat te ver daarvoor gaan. Dus misschien mag ik het dan zo samenvatten als ik u beluister. Ze vonden het lastig. Maar ze hebben uiteindelijk wel meegewerkt aan het vinden van een oplossing. En ze waren dus niet ertegen. Nou, het duurt even, maar dan hebben we wel een samenvatting waar u zich in kan vinden. En dat vinden we belangrijk. De reden nog even terug te gaan van waarom nou gekozen is voor die voortijdige overname. U gaf aan, Ansaldo Breda wilde geen verdere treinen uitlenen. Nee, Maar was het nou ook niet zo? Want we hebben een notitie daarover ook gelezen waaruit blijkt van... Als we dit niet doen, dan is starten van Amsterdam-Rotterdam per september en Amsterdam-Brussel per december niet mogelijk. Was dat ook gewoon niet de reden dat u moest gewoon van start gaan en daardoor waren die treinen nodig? Nou, de treinen waren nodig om een zo betrouwbare dienstregeling te kunnen starten. Daar vonden wij het heel belangrijk voor. En dus zochten we naar mogelijkheden om door te gaan met waar we mee begonnen waren, dat proefbedrijf. Ja. Maar mijn vraag is, stel je voor dat er niet was afgesproken in september van start te gaan, maar het jaar erop... Dan had je nooit waarschijnlijk zo'n constructie met elkaar gevonden. Dat zou je nooit weten. Als het een jaar later is, zou je ook treinen voortijdig overnemen die nog niet zijn toegelaten. Ja, dat hangt er weer helemaal vanaf hoe het traject daarna was gelopen. Dat kan ik echt. Dat is echt hypothetisch. Het had er niet mee te maken dat er gepland was, een deadline. Om van start te gaan in september 2012. Daar had het wel mee te maken. Maar uw vraag was, als stel dat was later gebeurd, was het dan niet gebeurd? Dat kan ik niet beantwoorden. Maar het had zeker te maken met de deadline. Het had wel te maken met de deadline, geeft u. Ja, wij wilden natuurlijk zo goed mogelijk over die treinen kunnen beschikken. En vandaar ook mijn vraag, als er geen deadline was, was er dan ook gekozen voor deze constructie? Dat weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet. Maar het had in ieder geval te maken met de deadline van september om van start te gaan. Om ervaring op te bouwen en vandaar dat belangrijk was. Wat waren nou de grootste risico's van deze constructie? Dat je treinen overneemt die nog niet voldoen aan de koopovereenkomst. De inschatting van Financial Services was dat die er niet waren. Daarom hebben we dit ook kunnen doen. U zag geen risico's? Nou, ik niet. Maar Financial Services had daar de verantwoordelijkheid over. Ze waren... tijdelijk toegelaten. Dus we mochten ermee rijden zonder reizigers. Dus dat was vanuit operationeel aspect voor ons belangrijk. En vanuit contractueel aspect, voor zover ik mij kan herinneren, zag Financial Services daar geen bezwaar in. En daarom hebben we het ook zo kunnen voorstellen. En NSFC zag geen risico's? Nee, ik ken het stuk natuurlijk niet meer uit mijn hoofd, maar ik kan me herinneren dat we daar een stuk hebben gemaakt waarin een overzicht is gemaakt van restrisico's en dat die acceptabel waren en niet anders waren dan anders eigenlijk. En ze zagen ook geen risico dat de trein nog niet was toegelaten, bijvoorbeeld? Niet dat ik mij kan herinneren. Wat ik net aangaf, er was op dat moment een tijdelijke toelating, zodat we met die APTO-treinen konden rijden. Er was de verwachting dat de definitieve toelating in de zomer zou plaatsvinden. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar dat was de verwachting op dat moment. Ja. En zag u zelf risico's? Nee. En dat is dan weer het fijne. We hebben het net gehad over het nadeel van... De organisatiestructuur. Maar dit was dan weer het fijne. Dat je weet dat de verschillende belangen betekenen dat je op een verschillende manier naar hetzelfde onderwerp kijkt. Dat gaf mij alleen maar meer vertrouwen dat we daar een verstandige manier bezig waren. En het gaf onze mensen de gelegenheid om zoveel mogelijk met die treinen te kunnen doen. Het ging bij het tijdelijk overnemen niet alleen over het feit dat de treinen nog niet waren toegelaten. Maar ook over een behoorlijke lijst met openstaande punten waar de treinen nog niet aan voldeden. En ik gebruikte bij de heer De Leeuw het voorbeeld van als je een televisie koopt, dan ben je heel blij dat er garantie op zit. Want mocht die televisie kapot gaan, dan kan je teruggaan. Maar in dit geval wist je eigenlijk al dat er een aantal mankementen waren, een aantal openstaande punten. Dan heb ik het over de aandrijving, over de tractie, het beveiligingssysteem, de remmen, de deuren. Dat waren eigenlijk allemaal problemen die toen al bekend waren. En er was ook een behoorlijke lijst, als ik de heer De Leeuw citeer, met allerlei openstaande punten over de afwerkkwaliteit, de bouwkwaliteit.
Neem je daar dan geen risico in door dat eigenaarschap eerder over te nemen? Ik ben geen jurist, maar zover ik me kan herinneren, namen we niet het eigenaarschap over. Dat klopt dat er een lijst was met openstaande punten. Maar ook dat is niet ongebruikelijk voor nieuwe treinen, zoals mij verzekerd. En gebeurt dat bij elke nieuwe trein. En om dan ook een vergelijking te maken, is dat ook te vergelijken met bijvoorbeeld als je een nieuwbouwhuis koopt, is er ook altijd een nawerklijst. En dat neemt niet weg dat je wel in het huis gaat wonen, maar dat die nawerklijst nog best fors kan zijn van punten die de aannemer nog moet oplossen. En dat was ook de indruk die u kreeg vanuit een gesprek met NSFVC van het is te vergelijken met een huis met kleine dingetjes en dat. Nou, ik zei niet per se kleine dingen, maar dingen die acceptabel zijn acceptabele en die het dingen. Gebruik op dat moment niet in de weg staan. En ook daar, we hadden een tijdelijke toelating en die neem ik zeer serieus als we die krijgen. Het was trouwens geen tijdelijke toelating, hè? Het was een definitieve toelating. De Belgen hebben gekozen voor een tijdelijke toelating van de trein. Nou, op dat moment, op het moment van APTO, hadden we nog een tijdelijke toelating. En we hebben in de zomer, ik mij kan herinneren, de definitieve toelating gekregen. Je hebt dan, maar goed, het gaat te technisch, maar het gaat. Nederland heeft gekozen voor een onbepaalde toelating. En vervolgens heb je in die voorfase tijd om te testen en dan krijg je een verklaring van geen bezwaar. Dat is wat ik bedoel. Okay. Ja. En die definitieve toelating is in de zomer gekomen. En de Belgen hebben per definitie, zo heb ik altijd begrepen, niet alleen in dit geval, maar altijd kiezen ze voor een tijdelijke toelating. Heeft u nou zelf ook in die tijd gevraagd van laat mij eens zien welke openstaande punten er nog zijn? Want u zegt van, u heeft gehoord van, dat het geen grote punten waren op basis waarvan je niet kon rijden. Maar heeft u zelf ook gevraagd van, goh, informeer me even, hoe staat het nou met die treinen? Nou, dat bespraken wij elke 2 weken in dat overleg. Daar kwamen alle, ik wil niet zeggen alle detailpunten, maar de belangrijkste punten kwamen daar op tafel. Ja, de heer De Leeuw verklaarde in het verhoor dat HSA op de hoogte was van alle openstaande punten. Dus dat klopt. Ja, dat denk ik wel. Ja, in ieder geval, mijn mensen zullen daar zeker van op de hoogte zijn geweest. En in dat overleg bespraken we alle belangrijkste punten. Die constructie van APTO, het voortijdig overnemen, werd wel voorgelegd aan de NS-directie. Waarom was dat? Omdat het een afwijking van het contract was. Dus het was niet iets standaard. Dus leek het ons verstandig om het daar te bespreken. Ook weer om een extra check in te bouwen. Zien we iets over het hoofd, et cetera. En dus een van de redenen was om het voor te leggen dat het een afwijking was of een ongebruikelijke constructie. Maar was het ook om wat meer commitment te krijgen van de NS-directie, deze constructie? Niet dat ik mij kan herinneren. Nee. Dat konden wij in ieder geval in een interne notitie van u lezen. Dus. Hoe werd nou eigenlijk beoordeeld om zo'n trein voortijdig over te nemen? Was dat hij moet voldoen aan de koopovereenkomst of hij moet voldoende klaar zijn om ermee te kunnen rijden? Sorry, kunt u de vraag nog een keer aan? Bij de bepaling of een trein volgens de constructie APTO werd overgenomen, oftewel voortijdig werd overgenomen, wat gaf nou de doorslag? Was dat de trein voldoet aan de koopovereenkomst of de trein is goed genoeg om mee te rijden? De trein is goed genoeg om op dat moment mee te kunnen rijden voor het doel wat we op dat moment hadden, namelijk het proefbedrijf zonder reizigers. HSA had op dat moment wel ervaring met 2 leentreinen vanaf eind december 2011. En ik zei het net al in dit verhoor, van waren toen ook al bekend dat er een aantal betrouwbaarheidsproblemen waren. Met de aandrijf, de tractie, ETMS, de deuren, de remmen. Geen kleine dingen voor een trein. Maar is dat nog reden geweest om daar extra kritisch naar te kijken? Of was dat geen reden om de treinen niet voortijdig over te nemen? Dat was geen reden om de treinen niet voortijdig over te nemen, omdat dat gebruikelijke issues zijn die bij nieuwe treinen naar boven komen. En ons niet in de weg zaten voor het doel wat we op dat moment hadden, namelijk dat proefbedrijf. U vond dat problemen waarvan u zei dat hoort bij een nieuwe trein? Ja, dat doe ik niet op mijn deskundigheid, maar dat is de expertise in van alle verschillende partijen. En wat ik straks ook aangaf, de ervaring met nieuwe treinen in het algemeen, helaas. En wie was uw informatiebron om dat nog even wat scherper te krijgen? Nou, wat ik u zei, we zaten met Netrain, Financial Services en HSA elke 2 weken rond de tafel. Ook onze Belgische collega's spraken we daar geregeld over. En van NSFVC was het de heer De Leeuw?
De heer De Leeuw, maar ook de heer De Jong en de heer Van Dijk. Mijn mensen zaten ook weer geregeld met hun collega's van NMBS rond de tafel. En daar werden al die punten besproken. En was er ook op dat moment vertrouwen dat Ansaldo Breda de openstaande punten snel genoeg zou oplossen? Want het was natuurlijk een project dat 5 jaar vertraagd was. En het was lastig om deadlines met elkaar te halen. Is dat nog een risico, als een risico gesignaleerd of ook niet? Nou, maar zover ik mij kan herinneren wel, is dat wel als risico gesignaleerd. En dus namen we daar actie op in dat overleg, of naar aanleiding van dat overleg. En parallel daaraan zorgden we ook dat we weer even mitigerende maatregelen namen in onze eigen organisatie voor zover mogelijk om weer een dubbelcheck te hebben, zeg maar. Dus in die zin werd het wel gezien als risico of Ansaldo Breda snel genoeg de problemen zou oplossen? Dat was in ieder geval iets wat we goed in de gaten hielden, ja, absoluut. Ja. Ja. Maar het was in ieder geval geen reden om niet de treinen voortijdig over te nemen? Nee. Hoe ging het daarna met de samenwerking met Ansaldo Breda? Toen de treinen voortijdig waren overgenomen, zat er voldoende tempo in het oplossen van de grote lijst met openstaande punten? Nou, in eerste instantie wel. En was daar ook toenemend vertrouwen in. Toen we begonnen met rijden, zagen we wel een aantal zaken waar we niet tevreden over waren, hoe die werden opgelost. Okay. Ik vat dit onderdeel even samen. Het verzoek om de treinen voortijdig over te nemen kwam van HSA. NSFNC gaf wel aan dat er, had daar in eerste instantie wel moeite mee, maar heeft wel meegewerkt aan de oplossing. Er is wel gekeken naar het risico of Ansaldo Breda snel de problemen zou kunnen oplossen. Maar er is geen reden geweest om niet te kiezen voor het voortijdig overnemen van de treinen. HSA was op de hoogte van de openstaande punten. We hadden als informatiebron NSFNC en Netrain, waar er 2 wekelijks overleg mee was. Maar de openstaande lijst met punten en ook de betrouwbaarheidsproblemen op basis van de 2 leentreinen was niet de reden om niet te kiezen voor het voortijdig overnemen, want er was het vertrouwen, of in ieder geval de behoefte, laat ik het beter zeggen, om snel ervaring te kunnen opbouwen verder met de treinen, omdat er ook een deadline was, namelijk om in september van start te gaan met de dienst. Ja, maar ik vond het wel goed wat u er eerst aan wilde voegen, dat er ook vertrouwen was dat die punten zouden worden opgelost. En ook vertrouwen in de hele reeks van checks en balances die ik straks ook al aangaf, dat we daar een verstandige stap zetten om juist extra kennis en ervaring en daarmee extra checks en balances in te bouwen on top of wat er eigenlijk al standaard gebeurt. Dat is het doel wat we daarmee hadden. Ik weet niet van wie de uitdrukking komt. Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dus mijn vraag aan u is, van u had vertrouwen, maar waar was dat op gebaseerd? Want je hebt een heel complex project, 5 jaar vertraging, deadlines die toch elke keer opschuiven. Toch wel wat krap tijd om voldoende tijd te hebben om te testen, daar komen we straks nog bij. Dus waar was dat vertrouwen concreet op gebaseerd? Nou, dat vertrouwen was gebaseerd op al die instanties die ik straks ook noemde. Van fabrikant tot toelatende instantie. En dat moeten we echt niet licht nemen. Dat is niet zomaar even iets wat gebeurt op een achternamiddag. Dat is een heel intensief proces in 2 verschillende landen. ProRail, InfraBel, Davis, noem ze allemaal maar op. Als al die deskundigheid zegt dat we met deze trein kunnen rijden, dan vertrouw ik daarop. Ja, u heeft veel vertrouwen, maar en u had het net over een aantal openstaande punten, maar dat waren toch echt wel gebreken die er nog zaten in die treinen die overgenomen zouden worden. En u heeft ook zelf een notitie geschreven op 23 april 2012. En daarin heeft u ook uitdrukkelijk gewaarschuwd, het kopje risico's en beheersmaatregelen, dat er open punten zijn in de toelating en de open punten in de naarwerklijsten niet acceptabel zijn, omdat 1. De treinen niet bruikbaar zijn voor de geplande voorbereide activiteiten en 2. Er onvoldoende zekerheid is dat deze punten later tijdig en conform contract alsnog worden gesloten. Kunt u wat meer context geven over aan wie die notitie is gestuurd en wat het onderwerp is? Het onderwerp is toelichting voorgenomen afname 3 CPTO V250 stellen. Doeltoezending ter informatie. Er staat niet bij aan wie dat gezonden is.
Ja, maar u heeft het zelf opgeschreven dat u wel wat risico's zag. En dit was 23 april. Ja, ik herken het stuk niet of ik herinner het me niet. Maar dat was volgens mij in de periode dat wij bezig waren om de APTO rond te krijgen. Dus ik kan dit niet helemaal plaatsen. En we hebben dit gebruikt, laat ik het anders zeggen, in die fase waren we bezig met de APTO juist om meer treinen tot onze beschikking te krijgen om dat proefbedrijf te kunnen doen. Ja, maar u heeft, er is wel gewaarschuwd dat als je dat dus doet, die APTO-overname, dat je dan ook eigenlijk die treinen, nou ja, dat je ze dan in feite ook overneemt, inclusief alle openstaande punten en gebreken die al bekend waren. En toch heeft u dat gedaan en u heeft er zelf ook voor gewaarschuwd dat dat een risico was. Ja, met deze lading, u heeft ervoor gewaarschuwd dat dit risico er was. Ik denk eerder dat dat, maar goed, ik ken het stuk niet, dus dan zou ik het moeten lezen. Dat een risico is van deze constructie. Tegelijkertijd was dit, nogmaals, doe het even uit mijn hoofd, was dit voordat de APTO in de NS-directie werd besproken. En daar hebben we juist alle risico's besproken en daar kan ik me deze niet uit herinneren. Dus misschien dat dit een tussentijdse evaluatie of inschatting was. Mm-hmm. Maar we hebben juist in dat directiestuk wat we daar hebben besproken met de NS-directie, met Financial Services, hebben wij juist aangegeven wat de risico's waren. En ik kan me niet herinneren dat deze daarin stond. Nou ja, het grote risico is, uit uw eigen stuk blijkt dat met deze constructie de treinen niet kunnen worden teruggegeven. Nou, en blijkbaar is daar dan toch een oplossing voor gevonden, want uiteindelijk hebben we die APTO-constructie kunnen doen op een manier die voor alle partijen aanvaardbaar was. En het is echt de verantwoordelijkheid en de deskundigheid van Financial Services om deze inschatting te maken. En dat was wat u net zei, het fijne van al die gespreide verantwoordelijkheden, dat dan vervolgens het risico bij NSFSC ligt. Nou, dat heb ik niet gezegd. Ik zei, wat ik net zei was dat we hebben het uitgebreid gehad over het nadeel van de organisatieconstructie. Ik zei, een voordeel was is dat je een extra check and balance had op dit soort lastige afwegingen. Ik heb niet gezegd dat wij de verantwoordelijkheid graag wilden afschuiven. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. In het najaar van 2012 voert HSA ter voorbereiding op de dienst van Amsterdam-Brussel een integraal proefbedrijf uit. Dat wil zeggen een soort generale repetitie zonder reizigers. We hebben het daar net al in het voor over gehad. Dat proefbedrijf vindt wel plaats nadat er eigenlijk al besloten is om in september van start te gaan naar Rotterdam en december naar Brussel. Op een moment dat zo'n proefbedrijf negatief uitvalt, is er dan nog een weg terug? Dan is er nog een weg terug, maar dat is geen fijne weg. Want dat zou betekenen dat we dan op ieder geval op korte termijn geen alternatieve dienst zouden hebben. Dus in die zin is zo'n proefbedrijf bedoeld om wel de ervaring op te bouwen. Maar op het moment dat de conclusie is van we weten het eigenlijk nog niet qua betrouwbaarheid, kan je op dat moment niet echt veel meer doen, want de deadline is gepland en het is wel heel vervelend om dan een alternatief met een alternatief te komen. Ja, maar het proefbedrijf was daar ook niet voor bedoeld. De keuze die we in september hebben gemaakt was bewust in september gemaakt, overigens samen met onze Belgische collega's. En die hebben we toen bewust gemaakt omdat we toen wisten wat voor ervaring we hadden met de V250... die toen op dat moment in Nederland al reed in de dienstregeling. En daardoor hadden we onze eerste inzichten over de V250. En daarmee met alle andere kennis die je normaal hebt vanuit het feit dat we op dat moment een toelating hadden vanuit de Nederlandse instantie en een tijdelijke toelating vanuit de Belgische instantie. Alle expertise rond de tafel konden we op dat moment een goed besluit nemen dat we gingen rijden met de informatie die we op dat moment hadden. En daar hebben we met onze Belgische collega's ook uit en daarna over gesproken. Het proefbedrijf was vervolgens bedoeld om de treinen, om die dienstregeling zo goed mogelijk in te laten gaan. Ja, maar als daaruit blijkt dat je eigenlijk nog weinig kan zeggen over de betrouwbaarheid van je dienst of grote zorgen. Misschien is het niet bedoeld voor een go or no go, maar het is wel een belangrijk signaal wat uit zo'n proefbedrijf komt. En mijn vraag nu was, kan je daar nog wel wat mee? En u gaf aan van, nou,
Het wordt dan wel heel erg lastig. Nee, je kan met die informatie uit het proefbedrijf kan je heel veel. Daarom wilde het ook dat proefbedrijf... Nee, mijn vraag was van op het moment dat de berichtgeving vanuit het proefbedrijf is van grote zorgen, we zijn er eigenlijk nog niet klaar voor. Kunt u dan op dat moment ook nog iets doen om de dienst uit te stellen? Of... Ja, want uiteindelijk kan dat altijd. Alleen is dat niet fijn, maar die mogelijkheid is er altijd. Alleen... En niet fijn, wat bedoelt u daarmee? Nou, wat ik u zeg, dat zou betekenen dat de dienstregeling en onze dienstverlening aan onze klanten op dat moment niet zou kunnen plaatsvinden vanaf december. En dat wil je natuurlijk liever niet. Maar als dat onverhoopt ergens naar boven zou moeten, dan moet je daar mentaal wel de ruimte voor houden. Ook waar we het eerder over hadden, in een ideale situatie hou je alles tot het laatste open. Alleen... Er zijn momenten waarop je keuzes moet maken en je dan een bepaalde route ingaat. En dat was hier ook het geval. En het proefbedrijf was nou juist bedoeld om zoveel mogelijk van tevoren te weten, om zoveel mogelijk extra acties nog te kunnen nemen. Is dat integrale proefbedrijf volledig uitgevoerd zoals gepland? Nee, het is niet zo volledig uitgevoerd zoals gepland. Deels hielden we er ook rekening mee, omdat het een complex samenhang is. We hadden straks al even over, er is eigenlijk maar één pad beschikbaar, dus dat maakt het al logistiek lastig. Personeel beschikbaar krijgen, treinen beschikbaar krijgen. En deels ook omdat een stuk aan Belgische kant niet uitgevoerd kon worden. U moet weten ook, dat integrale proefbedrijf was iets wat wij heel erg belangrijk vonden aan de Nederlandse kant. Onze Belgische collega's vonden dat minder belangrijk met de ervaring die zij hebben met hoogsnelheidstreinen en treinen in het algemeen. Maar u zegt het integrale proefbedrijf zoals bedoeld is niet volledig uitgevoerd. Nee, en daar voeg ik iets belangrijks aan toe, want het is niet zo kort samen te vatten. Deels omdat we daar rekening mee hadden gehouden, omdat je weet dat je niet alles wat je plant kan rijden. En deels ook omdat onze Belgische collega's dat minder belangrijk vonden. Maar je plant toch niet iets voor niks? Nou, weet je, uw reactie is van ja, we hielden er rekening mee dat het niet uit zou komen. Nou, maakt u het daarmee niet iets te minder belangrijk, zo'n integraal proefbedrijf? Zo is het niet bedoeld. Ik zeg u alleen dat de complexiteit van zo'n proefbedrijf naast een commerciële organisatie en operatie maakt dat je van tevoren weet dat je niet alles kan uitvoeren wat je gepland hebt. Daar houden we dus ook rekening mee. Dus je plant een aantal paden in, of een aantal slots in, om het even in andere termen te zeggen, waarvan je weet dat je ze niet allemaal gaat gebruiken. En deels hebben we ook minder gedaan dan we hadden gewild, omdat het aan de Belgische kant lastiger was dan we hadden voorzien om het voor elkaar te krijgen. Klopt het dat de helft van de testritten niet is uitgevoerd? Dat kan ik me niet zo meer herinneren. Wat weet u er nog wel over? Want u zegt dat het integrale proefbedrijf is niet volledig uitgevoerd. Ja, wat ik u net zeg, het is niet volledig uitgevoerd. Maar ik kan me een exact percentage daar niet meer van herinneren. En als de commissie u voorhoudt dat de helft van de testritten maar is uitgevoerd? Dan zal dat ongetwijfeld kloppen, dat zal u opgezocht hebben. Ja. En vindt u dat ernstig? Daar hebben we het eerder over gehad. Ik snap dat u naar een dergelijk antwoord op zoek bent, maar het is... Ik ben er niet naar op zoek, maar je plant iets met elkaar. Ja. Om ervaring op te doen met een nieuwe trein. Je hebt nog niet zo lang zeg maar ervaring met twee leentreinen waar er betrouwbaarheidsproblemen zijn. Vervolgens moet je toch op een wat krappe manier zo'n integraal proefbedrijf doen. En je ziet dan dat de helft van die testritten, dat daar geen tijd voor is. Hoe zal ik dat nou zeggen? We hebben het er eerder over gehad. Dat proefbedrijf is niet een wetmatigheid of iets wat vast ligt of waar een benchmark voor bestaat. Dus het feit dat je minder doet, ook al is het maar de helft, wil nog niet zeggen dat het daarmee niet voldoende is. Wij hebben dit extra ingepland om meer kennis over die treinen van tevoren te hebben, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Dus u zegt even... Dus liever hadden we er meer gehad, maar dat neemt niet weg dat dat niet betekent dat het onvoldoende was of te weinig. Die kwalificatie kan ik er echt niet aan geven. Welke kwalificatie wel? Dat we wat u net zelf al zei, het was minder dan we gepland hadden en het was... Tegelijkertijd was ik er heel blij mee, en dan waren wij er blij mee, dat we weer extra informatie hadden om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Als we nou kijken naar dat integrale proefbedrijf, en ik gaf u net aan dat de helft van de testritten zijn uitgevoerd. Hoeveel had nou te maken met de materieelproblemen? Daar ben ik echt overvraagd. Ik weet alleen dat een samenspel was van materieel, beschikbaarheid van de lijn, eventuele issues die daar waren en personeel.
U weet niet of het ermee te maken had dat het integraal proefbedrijf niet volledig is uitgevoerd vanwege problemen met het materieel. Sorry, dan heb ik uw vraag verkeerd begrepen. Ik dacht dat u vroeg hoeveel van het proefbedrijf was toe te dichten aan het materieel. Nou, percentages lijkt me lastig, maar... Nee, dat, dus, nee het, was een, het had met Ik zou het heel mooi vinden als u dat wel zou weten. Nee, maar... Materieel, personeel en beschikbaarheid van paden en beschikbaarheid van de lijn. En is er ook proefgereden naar België? Was er ook een integraal proefbedrijf naar België? Ja, dat was een belangrijk stuk daarvan. En dat heeft dus ook plaatsgevonden. Maar wat ik net ook aangaf, minder dan wij hadden gewild. Nou, wij begrepen in de stukken in gebruiknameadviezen dat de ritten naar België absoluut niet representatief waren. Nou, dat is wat ik aangaf. Minder dan wij hadden gewild. Maar minder hadden gewild of niet representatief zijn. Met andere woorden, we hebben geen voldoende ervaring opgebouwd van Nederland naar België, is wat anders dan, het is minder dan gepland. Dat klopt dat in die adviezen stond. Wat ik u net ook aangaf, we hadden graag meer naar België gereden. Maar om de eerder genoemde redenen hebben we dat helaas niet kunnen doen. En dan wil ik daar wel bij blijven bekrachtigen dat er geen wetmatigheid in is en ook niet iets is wat... het is ook iets is wat we zelf hebben geïntroduceerd om juist extra informatie te krijgen. Dat heeft u inderdaad een paar keer gezegd. De medewerking van de Belgen, van de NMBS, de Belgische vervoersmaatschappij, aan dat integrale proefbedrijf was niet optimaal, gaf u net aan. Ja, zij vonden dat, ze hadden daar een andere kijk op over of dat al dan niet nodig was. Welke verwachtingen had u bij de start van het reizigersvervoer Amsterdam-Brussel? Ook kijkend naar de resultaten van het proefbedrijf? Ja, nou, wij wisten dat wat ik straks ook aangaf, elke nieuwe treinintroductie en zeker een hogesnelheidstreinintroductie internationaal is ongelooflijk complex en is helaas, omdat we die kleine series hebben, moeilijk te voorspellen. Dus we hebben daar naar beste eer en geweten een inschatting gemaakt met alle informatie die we op dat moment hadden. En daarmee zijn we van start gegaan. Ik zeg het even uit mijn hoofd, punctualiteit van 80% hadden wij in gedachten. En zo zijn we gestart. De eerste week was extreem moeilijk. Sorry, het gaat mij even over wat uw feitelijke verwachtingen waren voordat de dienst van start ging. Want als ik kijk naar de ingebruiknameadviezen... En ik citeer wat conclusies eruit. De belangrijkste conclusie is, 1 november 2012, dat er nog geen nauwkeurige en realistische voorspelling kan worden gedaan over de te verwachten vervoersprestatie. Problemen met de materieel-issues. Vervolgens komt er ook nog een keer op 26 november een ingebruikname-advies. En uit dat ingebruikname-advies blijkt eigenlijk hetzelfde. Het valt tegen, materieelproblemen, te weinig testritten, een voorspelling over de betrouwbaarheid... kunnen we niet doen. En wat wilt u daarover vragen? Nou, mijn vraag was feitelijk aan u. Voordat de trein van start ging, wat uw verwachtingen waren. En als ik kijk naar deze feiten, was het van over de betrouwbaarheid van de dienst. Kunnen we niet zeggen. Er is onvoldoende ervaring geweest met het uitvoeren van testritten. Ervaring naar België was er niet, want daar is niet echt een proefbedrijf geweest. En ik vroeg dat net aan u. Toen zei hij, ja, we gingen ervoor en we hadden er vertrouwen in. Maar als ik kijk naar de feiten, dan is dat toch geen lekkere start voordat je van start gaat met een trein vol met mensen. Nee, ik begrijp dat u dat zegt met alle kennis die we nu hebben. Nee, gewoon dat waren 1 november, ja, 26 november, waren allemaal ingebruikname-adviezen die bij u waren, bij het ministerie. Werden besproken in de stuurgroep. Ik begrijp dat u het zegt met wat we nu weten. Op dat moment hebben wij... Wij hebben ook die ingebruiknameadviezen bestonden niet. Hebben wij zelf bedacht om weer extra checks en balances in te bouwen. Onze Belgische collega's vonden dat niet nodig met al hun ervaring van hogesnelheidsvervoer. Dat deden we juist. Het was niet een advies of we zouden gaan rijden, maar hoe we zouden gaan rijden. Dat zei u net inderdaad. En, het was niet een go or no go. Het was geen no go. Het was juist om ons weer meer informatie te geven. En daarom zei ik net, als je het nu leest, snap ik heel goed dat met alles wat we nu weten hele andere beelden oproept. In die situatie hadden wij te maken met een... toegelaten trein in twee verschillende landen met een fabrikant die daar primair voor verantwoordelijk is. En hadden wij nog niet kunnen bedenken dat er dit soort zaken zouden gaan spelen. Maar ik ga u even onderbreken, meneer Siebes. Ja? Je hebt de luxe, laat ik het dan zo zeggen, dat je een
integraal proefbedrijf hebt om ervaring op te doen met die trein. U zegt zelf, dat is niet iets waar een standaard voor is. Er is geen wetgeving. Je verzint dat zelf als organisatie om ervaring op te doen. Dan blijkt uit dat integraal proefbedrijf dat er te weinig testritten zijn geweest. Dat er niet naar België een integraal proefbedrijf is geweest. En dat bij alle adviezen de conclusie is, er kan geen nauwkeurige en realistische voorspelling gedaan worden over de te verwachten vervoersprestatie. Dat is toch geen fijn gevoel om van start te gaan met een dienst. Ja, en toch gaf het onze mensen juist die in gebruikname adviezen en al die adviezen die erin stonden. Ik geloof de laatste totaal iets van 15, die we allemaal hebben opgevolgd, gaf ons, wetende hoe lastig elke treinintroductie is, gaf het ons juist vertrouwen dat we er alles aan hadden gedaan wat we konden doen om met een betrouwbare dienst te starten. En de tekst die daar stond, die u net voorlas, gold voor elke nieuwe treinintroductie. Maar we hebben het niet over allerlei andere nieuwe treinen. Ik lees het nog even voor. Het komt erop neer dat in hoge mate onzeker is hoe de vervoersprestatie bij opstarten van de Vira internationaal zal zijn. Zeer storingsgevoelig. Er staat een bak met onzekerheden, betrouwbaarheidsproblemen. Ja, dacht u niet bij het lezen van deze stukken, wat ga ik die reiziger aandoen? Of wat ga ik bij mensen die werken op die trein aandoen? Met zoveel onzekerheid, zoveel onbetrouwbaarheid. Ja, dat dachten wij dus niet. En juist omdat we die maatregelen hadden genomen. En juist omdat we er overigens ook andere zaken in dat advies stonden. Er stond ook, wil ik ook graag benadrukken, niet een no-go in of het is onverstandig. Alle betrokken partijen hadden ten eerste geadviseerd dat we met die treinen konden rijden. En vonden dit verstandige extra maatregelen om een betrouwbare dienst. En gaven tegelijkertijd de waarschuwing, wees goed voorbereid. En dat hebben we ons zeer te harte genomen. U had net over die 80% punctualiteit die u verwachtte. Maar dat is toch veel slechter dan gebruikelijk. Dan ga je toch uit van een, normale cijfers gaan uit van 90%. Nou, niet voor internationaal vervoer. En zeker niet voor een opstart van een nieuwe treindienst. Weet je waar we het eerder over hadden, dat er kinderziektes zullen zijn. Maar voor een internationale treindienst zijn die percentages absoluut lager dan voor een binnenlandse trein. Dus u ging uit van 80%, dat was voor u voor de eerste fase. Ik vat dit onderdeel even samen. Er was een proefbedrijf, een integraal proefbedrijf. Zoals het bedoeld is niet helemaal uitgevoerd. Er waren problemen ook met het integraal proefbedrijf naar België. Uit de evaluatie van NS blijkt zelf dat het aantal testritten niet is uitgevoerd. Hè, dat het 50% is maar uitgevoerd. Die in gebruikname adviezen gaven in ieder geval bij u niet de reden om te zeggen van we moeten wat anders doen. Ik heb een aantal citaten voorgelezen uit de informatie die u ook had. U zegt, als je daar nu naar kijkt, dan denk je daar misschien wat anders als toen wij daarnaar keken, naar die ingebruikname adviezen. En uw verwachting was, dit heb je eigenlijk met alle treinen. En het is heel fijn dat we een integraal proefbedrijf hebben. Dat hebben we ook zelf met elkaar bedacht. Dat heeft nooit ertoe mogen leiden tot een go or no-go moment, maar om een inschatting te krijgen. Maar de informatie daaruit is in ieder geval voor u geen reden geweest om iets anders te doen. Voor mij niet en voor mijn Belgische collega's met wie we deze treindienst delen. Ja. Maar we praten vandaag in dit verhoor met u. In hoeverre is de concessieverlener ook op de hoogte gebracht van die resultaten uit die ingebruikname adviezen? Die zijn ook geïnformeerd. Die hebben volgens mij stonden die op de verzendlijst van alle adviezen. En de NS-directie, was die ook op de hoogte? Die was zeker op de hoogte. Die heeft niet de adviezen gekregen. U moet weten, het waren ook zeer operationele stukken. Dat ziet u als u de namen ziet van de mensen. Maar van de strekking en alle adviezen en conclusies die erin stonden, waren ze zeker op de hoogte. We gaan even 10 minuutjes schorsen voor een korte pauze. En dan zien we elkaar om 3:50 terug. Oké.
Ik heropen de vergadering. Bericht iedereen vast dat het volgende verhoor om 16:00 zal beginnen. Dus we lopen iets uit om wat ruimte te hebben. Ook een beetje door de vertraging die we hebben gekregen van de techniek. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Mevrouw Vos vervolgt het verhoor. Ja, meneer Siebers, ik heb toch nog wel een vraag. Ik zat net te luisteren naar het proefbedrijf. Toen ik met u sprak, was u een heel voorzichtig man. U had, wilde graag backup treinen houden. En we hebben net besproken waarom dat niet kan. En dat vond u jammer. En we hebben ook besproken dat u blij was dat u graag een proefbedrijf wilde. En wat u net zegt over dat u ze in vertrouwen zeg maar, kon starten, terwijl de voorspellingen waren en het laatste in gebruikname advies dat het niet goed zou gaan, dat u maar met 10 treinen kon rijden in plaats van de afgesproken aantal wat in de concessie stond, dat er 20% uitval zou zijn van de treinen, 1 op de 10 zou uitvallen. Ik snap niet wat dan het belang is geweest van het proefbedrijf en waarom u dan toch kunt starten. U zei net dat er in de gebruiknaamadviezen stond dat het niet goed zou staan. Zo heb ik niet goed zou gaan. Volgens mij staat dat er niet. Daarnaast bleven wij voorzichtig door juist die in gebruiknaamadviezen. Nogmaals, het waren in gebruiknaamadviezen. Adviezen om het in gebruik nemen zo goed mogelijk te doen. En die hebben we allemaal te harte genomen, alle 15. En daar zaten dus ook een aantal stappen in om met minder treinen te rijden, dus meer reserve te hebben. Daarmee hadden we 50% reserve. Dat is echt, normaal gesproken zou dat ruim voldoende moeten zijn. Er zaten andere maatregelen in van wat we dan noemen warme reserves. Dus dan een reserve klaar stond om in te vallen als een trein het onverhoopt niet zou doen. En zo was er een hele reeks van maatregelen die ons werd geadviseerd te doen. En die hebben we ook allemaal uitgevoerd. En dat gaf ons en niet alleen mijzelf, maar alle deskundigen het vertrouwen dat we goed zouden kunnen starten. En dat was ook, nogmaals, met een trein die toegelaten was door 2 instanties die daar heel bedreven in zijn, geleverd door een fabrikant die dat ook goed zou moeten doen. Achteraf hebben we gezien dat dat niet goed ging, maar dat was de informatie die we op dat moment hadden. We hadden net ook het verschil tussen de trein zoals die in de koopovereenkomst stond en wat u vervolgens dan nog wilde vinden zeg maar met het proefbedrijf, maar ook over die adviezen. Dat is niet voor niks een advies wat je zou moeten opvolgen. En u zegt net, we hebben alles opgevolgd, maar dat heeft u niet gedaan. Want in één van die adviezen staat, de belangrijkste aanbeveling van het advies van 1 november 2012 waren structureel issues materieel oplossen, met name de software update. Nou, we hebben later ook gezien dat daar problemen waren. Dat is niet tijdig gerealiseerd. En alsnog het proefbedrijf uitvoeren. We hebben net ook vastgesteld dat het proefbedrijf niet is uitgevoerd. Maar ik deel niet de conclusie met u dat wij de softwareversie niet hebben want dat hebben we juist wel gedaan. We zijn met de bewuste softwareversie 8 gestart. Dus heeft wel plaatsgevonden. En zo hebben we dus al die stappen die in het... We hebben namelijk nog om een extra advies gevraagd om nog meer informatie te krijgen. En dat is het advies van 26 november geweest, de update. Ja. En al die 15 adviezen die daarin staan, hebben we allemaal opgevolgd. Ja, maar de afgelopen 2 weken heb ik heel veel over adviezen, papier gehoord. En dit lijkt weer papier te zijn, want er waren ook nog materieel issues die moesten worden opgelost. Zijn die ook opgelost? Dan kom ik weer terug wat ik eerder aangaf. Met elke ingebruikname van elke nieuwe trein heb je te maken met kinderziektes. Die haal je zoveel mogelijk uit in testen, maar een aantal kan je alleen maar in de praktijk helaas eruit halen. 2, om daar zo goed mogelijk mee om te gaan, hadden we juist die ingebruiknaamadviezen in het leven geroepen. Iets wat niet hoeft, iets wat onze Belgische collega's ook niet over België hebben gedaan. Over België nog een vraag stellen. En om aan te geven, met al hun hoge snelheidservaring vonden zij dat niet nodig. Wij hebben dat als extra backup ingepland en we hebben ze alle 15 opgevolgd. Maar wat is dan het nut nog van adviezen, van al dat papier, al die adviezen, als je het uiteindelijk niet opvolgt? Want die software issues waren niet opgevolgd, de materieel issues ook nog niet. En uiteindelijk, u zegt wel van dat waren adviezen om de dienst te verbeteren. Maar als daaruit blijkt dat u inderdaad, zoals mijn collega Bergkamp al zei,
toch de reiziger met veel vertragingen, ellende en uitvallende treinen zou confronteren, terwijl u net ook zei tegen mij dat een mogelijkheid was geweest om de boel een half jaar uit te stellen, dan snap ik dat gewoon niet. Op dat moment was uitstellen niet meer mogelijk. Ik wil toch even terugkomen wat u zei. Er staat hier software baseline 8 invoer. Dat hebben we gedaan. En zo hebben we dat met al die 15 punten gedaan. En begrijp het niet verkeerd, hè? We weten allemaal hoe het is afgelopen. Alleen op dat moment was dat de informatie waar we het mee moesten doen. En daar hebben wij naar beste ingeweten naar gehandeld door al deze adviezen op te volgen. Nou ja, goed. De voorspellingen waren uit uw eigen adviezen dat er een hoge mate onzeker is hoe de vervoersprestatie bij het opstarten van de Vira internationaal zal zijn. Dat is in 4 weken niet verbeterd, structurele verbeteringen worden ook niet waargenomen en er is geen zicht op dat dit snel zal veranderen. Dat staat in uw eigen adviezen. Vindt u dat dan een goede start? Wij hebben die in gebruikname adviezen in het leven geroepen om te zien hoe we gingen starten, niet of we gingen starten. Dus met die bril op keken we hiernaar. Wij wisten dat het sowieso vanwege de nieuwe trein die eerste fase altijd lastig en complex is. Dus we wisten dat we daar dat gewoon heel spannend zou zijn. Dat is helaas bij elke nieuwe trein zo. En al deze maatregelen die we allemaal hebben uitgevoerd, ook bewust hebben gedubbelcheckt, gaf ons in ieder geval vertrouwen dat we daar zo goed mogelijk aan begonnen. Vond u het een goede start? Op dat moment hadden wij het idee dat we daarmee alles hadden gedaan wat we konden doen. En vervolgens zijn we gestart. En toen waren wij over de eerste dag zeer tevreden. Dat was een zondag. Ik was daar zelf op de eerste rit vanuit de Watergraafsmeer. En daar waren we zeer tevreden over. Toen wisten we ook, dat is een zondag, maandag is anders, want er begint ook de nieuwe binnenlandse dienstregeling. En over de eerste week waren wij verre van tevreden. Er kwamen niet alleen kinderziektes naar boven, maar er kwamen ook onverwacht veel issues met ERTMS op de HSL Die naar boven. Die had u allemaal nog niet gezien? Die kwamen ook niet uit in gebruiknameadviezen? Die kwamen niet uit in gebruiknameadviezen, inclusief bijvoorbeeld een zwaan op de lijn. Het klinkt een beetje vreemd, maar dat waren op dat moment allemaal in die eerste week. Dus daar waren wij totaal niet tevreden over. Maar we zagen in de tweede week wel het effect van alle maatregelen die we hadden genomen. En toen zaten we ook eind van die tweede week op die 80%. 80%. In de adviezen van stond overigens wel dat er ERTMS-issues nog waren. Maar als ik u goed begrijp, dan is het ondanks dat u werd gewaarschuwd dat een betrouwbare dienstregeling niet te voorspellen is, dat er zoveel uitval is, dat u maar met 10 treinen kunt starten, terwijl dat toch niet de afspraak was, heeft u, HSA en NS-directie besloten om toch maar te starten. Toen hebben wij samen met onze Belgische collega's besloten om te starten. Juist omdat we vertrouwen hadden in een van die maatregelen. Door met minder materieel, minder frequenties te rijden, zodat we meer materieel achter de hand hadden. Vond u het, maar nog, ik heb het net nog een keer gevraagd. Maar vond u het nou een goede start? Of gewoon een start op hoop van zegen? Nee, we hadden vertrouwen in alle maatregelen die we hadden genomen. Maar als u vraagt wat vond u van de start zelf, waren wij niet tevreden over hoe de performance in de eerste week was. Verwachtte u een goede start? Wij verwachten de start zoals die was voorspeld. Namelijk dat het lastig is om een goede inschatting te maken in de eerste paar weken. Maar we hadden vertrouwen erin dat met al die maatregelen we daar snel een betrouwbare dienstregeling mee zouden kunnen rijden. Ik heb nog één vraag die ook net was blijven liggen en dat ging over België. U zei dat de Belgen niet wilden meewerken en dat ze ook geen paden hadden voor de eventuele alternatief voor de Benelux-trein. En toen herinneren wij ons dat de scheenmaker daar iets anders over zei. Ik weigerde nogmaals om de Ansaldo Breda-treinen te aanvaarden. Hij wilde dus geen trein. Gaf consequent geen toelating om die nieuwe Vira-trein in België te laten rijden onder de NMBS-vlag. En liet onze planningsmensen aan Nederland melden dat de Benelux-trein zich als voorheen op de normale rijpaden en tijden zou aandienen aan de Nederlandse grens in het station Roosendaal. Dus er waren wel paden, althans volgens de heer De Scheenmaker. Was u dat bekend? Ik kan dit even niet plaatsen. Nou, u zei net dat we hadden het net over al die alternatieven, ja. En dat in België ze geen paden hadden voor de Benelux-lijn. Zover ik weet wel, ja. En we hebben, wat ik u ook zei, we hebben samen met onze Belgische collega's dit besluit genomen. Onze Belgische collega's wilden eigenlijk ook nog met wat meer treinen beginnen. En wij hebben gepleit om wat met een aantal frequenties minder te beginnen.
Dus we hebben dat uitend en treuren met onze Belgische collega's besproken en ook besloten. Maar goed, het klopt dus wel wat de heer De Scheemaker zegt, dat er in principe gewoon wel tot België dat de paden beschikbaar waren. Niet dat ik weet. Hij heeft het zelf opgeschreven. Dus de Scheemaker... Maar wanneer speelt dit? Misschien dat Eind 2012. Maar zei hij dit voordat we gingen rijden of nadat we gingen rijden? Daarvoor. Dus dat gaat zeg maar in die periode dat u bezig bent met het proefbedrijf en ik kan u alleen besluit. Vertellen dat wat ik weet is dat onze Belgische collega's het geen goed idee vonden om de Benelux als alternatief in stand te houden. Los nog even van het feit waar we het eerder over hebben gehad dat het logistiek ook niet meer lukt. Nou goed, dat zullen we nog wel bespreken. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Op 11 december en 18 december is er een directievergadering van HSA. En daar worden ook zeg maar, de grootste problemen besproken die zich in de dienstuitvoering hebben voorgedaan. Wat waren nou die grootste problemen? Nou, dat waren er in die eerste week, want daar hebben we het dan over in 11 december. Waren dat een mix van materieel issues, de bekende issues. Maar daarnaast ook een aantal issues rondom de nieuwe dienstregeling van NS Reizigers die niet goed werkte en invloed had op onze treindienst. En een heel belangrijk deel waar we het net over hadden, ERTMS issues. En wat mij bijstaat is dat het geheel van het aantal issues dat er was, 60% daarvan zeg ik even uit mijn hoofd, kwam door infra of ERTMS gerelateerde issues. En 40% had te maken met die andere punten die ik net noemde. En waren dit punten die eigenlijk al bekend waren vanuit het proefbedrijf? Dat waren, zover ik mij kan herinneren, punten die bekend waren uit het proefbedrijf, waarbij we maatregelen hadden genomen, waarbij we vervolgens zagen dat deels goed werkte en deels die maatregelen niet werkte. Dus die hebben we toen ook in die week bijgesteld en zagen we later in de week daarna ook effect daarvan. Ja, want als we kijken naar de periode eind december 2011, toen had u twee leentreinen. Toen waren de problemen met ERTMS, de tractie, de aandrijving, de deuren, de remmen. Vervolgens worden er een aantal treinen APTO overgenomen, voortijdig overgenomen. Spelen de problemen tractie, aandrijving, ERTMS, de remmen, de deuren. Vervolgens blijkt uit het proefbedrijf een aantal problemen. ERTMS, de deuren, de tractie, de aandrijving, de remmen. Vervolgens gaat men van start met de commerciële dienst en dan spelen weer diezelfde problemen. En u geeft in reactie van, ja, we wisten dat en we hebben er gekeken naar oplossingen. Maar deze problemen speelden dus al vanaf eind december 2011. Ja, we waren ook heel teleurgesteld in het oplossend vermogen van Ansaldo Breda. Dat is iets waarvan je mag verwachten van de leverancier dat hij dat soort problemen oplost. Tegelijkertijd hadden we wel die extra maatregelen genomen. Gelukkig, wat ik net aangaf, gingen die ook hun effect hebben naarmate de eerste week vorderde. Maar dat neemt niet weg dat we wel erg teleurgesteld waren in Ansaldo Breda. Want dit mag je verwachten, dat zij dit soort punten oplossen. En ze hadden ook aangegeven dat ze het zouden oplossen. En u werd daar dus door overvallen. Want als ik zo net de periode schets van eind december 2011, vervolgens de periode van APTO, het proefbedrijf, dezelfde problemen speelden. Nou, we werden niet door overvallen, omdat we juist die maatregelen namen. En die gingen dus ook effect hebben en leidden dus tot die punctualiteit die we ook hadden verwacht in de tweede week. Maar die maatregelen, sorry dat ik u onderbreek, meneer Siebes, maar die maatregelen vanaf eind 2011, die maatregelen hebben helemaal geen effect gehad op het moment dat je elke keer ziet dat dezelfde problemen spelen. Nou, dan zijn die maatregelen toch niet effectief geweest? Nou, ik heb het over de maatregelen die wij hebben genomen, los van wat Ansaldo Breda had moeten doen om de issues met die treinen op te kunnen vangen. En dat is dus bijvoorbeeld met minder frequenties beginnen. Bijvoorbeeld extra warme reserve hebben, maar ook personeel op de perrons, extra personeel in de onderhouds, in de werkplaats. Maar als je nou zelf weet, meneer Siebes, van een aantal problemen die elke keer weer terugkomen. Heeft u zelf vanuit uw verantwoordelijk voor de treinen met reizigers en de start van de commerciële dienst, zelf gecheckt van, zijn deze problemen nu opgelost? Want ze waren kenbaar. Eind december 2011, vervolgens bij de APTO, vanuit het proefbedrijf. Nou, wij hebben een trein die is toegelaten in Nederland. Nee, mijn vraag is, heeft u... Ik vind het toch belangrijk om... Ja, u heeft al een paar keer, u valt een beetje in de herhaling. U heeft een paar keer gezegd, de trein, daar heeft men naar gekeken, maar het gaat mij om uw verantwoordelijkheid. U bent directeur van een organisatie waar uiteindelijk de Vira gaat rijden, wordt besloten. En mijn vraag aan u is, heeft u ooit zelf gecheckt. Zijn die problemen nou opgelost? Want u had de informatie.
Ja, en die hebben wij dus, wat we straks ook bespraken, elke twee weken besproken met alle deskundigen rond de tafel, ook met onze Belgische collega's. Maar heeft u gecheckt of ze waren opgelost? Die hebben we gecheckt. En we hadden dus, want zo werkt dat met dat soort issues. Je weet dat er, waar we het eerder over hadden, er zijn kinderziektes. En dan gaat het erom, wat voor mitigerende maatregelen neem je om met die issues maar om te gaan? Maar heeft u zelf gecheckt bij de start van de dienst, zijn deze problemen nu opgelost? We hebben al die issues continu besproken. Ja, het gaat mij niet om het bespreken, meneer Siebers. Mijn vraag was, heeft u gecheckt of ze zijn opgelost? Natuurlijk, we hebben dat continu gedaan. En we wisten dat er en dacht u dat ze waren opgelost? Nee, we wisten dat er openstaande issues waren. En dan hadden wij die mitigerende maatregelen voor genomen. Dus u wist voor de start van de dienst dat deze problemen nog steeds speelden? Dat kan ik me niet zo 1, 2, 3 herinneren. Maar ik kan u alleen zeggen dat het niet vreemd is dat er openstaande punten zijn. U beantwoordt, meneer Siebers, u beantwoordt mijn vraag niet. Ik schets dat een aantal problemen elke keer weer terugkomen. Daarvan had u informatie vanuit uw verantwoordelijkheid. Mijn vraag was, heeft u gecheckt of die problemen waren opgelost voordat u van start ging met de Vira-dienst Amsterdam-Rotterdam? Alle punten die nodig zijn voor het in gebruik nemen van de trein hebben wij gecheckt. En waren ze opgelost? Niet allemaal. En daar hadden we dus mitigerende maatregelen voor. Kan je daarmee een betrouwbare dienstregeling rijden. Ik kan uit uw verhaal niet halen of u daadwerkelijk wist of deze problemen nou waren opgelost of niet. Nou, ik geef u net aan, er waren een aantal problemen die niet opgelost waren. En dat waren deze problemen die ik net opnoemde. En er waren mitigerende maatregelen voor. En ik kan u niet meer met zekerheid zeggen, het is een aantal jaar geleden, welke precies op dat moment nog open stonden en welke niet. Ik kan u alleen vertellen dat dat niet reden was om anders naar die trein te kijken. Omdat alle deskundigen weten dat het erbij hoort dat je in het begin met kinderziektes te maken hebt. En dan gaat het erom dat je andere maatregelen neemt om die op te vangen. En daar hadden we vertrouwen in. U noemt een paar keer mitigerende maatregelen. Dat is eigenlijk rijden met minder treinen. Nou, dat was er één van, ja. Een van de mitigerende maatregelen was een dienstregeling rijden met meer treinen beschikbaar. Dus laat ik het anders zeggen, minder frequenties, maar meer treinen om die frequenties te rijden. En ik stel even vast dat u niet meer weet of die openstaande punten, die vier die ik net noemde, die elke keer weer terugkomen, of die voor aanvang van de commerciële dienst opgelost waren. Nou, als u daarop doelt, weet ik dat, ik weet niet zo exact meer, maar die waren niet allemaal opgelost. Maar daar hadden we maatregelen voor genomen, zodat ze geen effect hadden op de dienstregeling. Ja. Dus u wist wel voor aanvang van de commerciële dienst dat de problemen die er eigenlijk al vanaf eind december 2011 waren, dat die er nog steeds waren. Alleen er waren mitigerende. Ja, en een belangrijke oplossing daarvoor zat in die softwareversie die we, zoals ons verteld. En die waren dus op tijd geïmplementeerd en daarmee hadden we vertrouwen in. Plus een heel aantal andere maatregelen die ik net noemde, dat we die dienstregeling zouden kunnen rijden. En dat is ook, je kijkt altijd naar verschillende manieren om zo'n probleem op te lossen. Dat is in het leven altijd zo, dat je verschillende manieren hebt om problemen op te lossen. Kon u nou zelf ook invloed uitoefenen op Ansaldo Breda om problemen op te lossen? Was het een handicap dat het via NSFNC liep? Het liep via NSFNC, dus het kon het niet zelf oplossen. Dat maakte het traject wel langer. Ik kan alleen niet beoordelen wat daar van de impact is geweest op de uiteindelijke prestatie van de treinen. Kijk even naar mevrouw Vos. Ja, nog even. U zei net dat er geen effect was op de dienstregeling. Maar er was toch 10% uitval en 20% vertraging. Dat is toch een effect? Al die problemen die we net bespraken. Ja, en wat ik in ieder geval trachtte te zeggen was dat als je een probleem hebt, dat je vervolgens een alternatief zoekt om dat probleem op te vangen, om zo min mogelijk impact op de dienstregeling te hebben. Ja, en die dienstregeling was al heel erg uitgedund. En op die uitgedunde dienstregeling had je ook nog eens een keertje 20% vertraging en 10% uitval. Ja. Dat was het resultaat van al die problemen die al enige tijd bekend waren. Ja, nou, dat is een combinatie van het materieel en de hoogsnelheidslijn zelf. Dat past bij. Laat ik even één ding vooropstellen. Wij waren absoluut teleurgesteld in hoe de treinen presteerden. Tegelijkertijd hadden we vertrouwen in die maatregelen. En zo zijn we aan de slag gegaan. Mevrouw Bergkamp.
En dan begint het ook nog te sneeuwen, half januari 2013. En de vertraging en de uitval nemen toe. Wat waren nou de grootste problemen die toen optraden? Toen het begon te sneeuwen in de winter. Op dat moment, de reden waarom we de trein uit dienst hebben genomen, is dat we dat er een bodemplaat loskwam van de trein. Dat konden wij niet verklaren. Dat konden onze technische mensen van onszelf en ook van Netrein niet verklaren. En dat was voor ons een veiligheidsissue. Maar waren er niet nog andere problemen? Trein uit de dienst genomen. Nou, in diezelfde fase kwamen... Even los van het afdekrooster wat op een gegeven moment ervan afviel. Waren er niet, zeg maar, even nog voordat het afdekrooster viel? Nou, waren er nog andere problemen? Op datzelfde moment, of in diezelfde fase, laat ik het zo zeggen, in diezelfde week kwamen een aantal andere issues naar boven die we nog niet eerder hadden gezien en die ons zorgen baarden. We werden toen ingehaald door die bodemplaat. Maar die andere punten speelden zeker ook mee. Ja. En wat waren dat voor punten concreet? Wat ik mij nog kan herinneren is iets met de constructie van de treinen. Ik kan de details me niet meer herinneren, maar dat was wel iets wat op dat moment naar boven kwam. En iets wat wij niet konden zien als vervoerder, maar ons wel zorgen baarde. Ja. Dacht u toen niet van, dat zijn kinderziekten? Nee, dat dacht ik dat niet. Dat toen niet. U dacht echt van, hier speelt wat anders. Ja. Welke maatregelen treffen HSA en Netrain op dat moment, in de winter? Dus nog even voor het stoppen, maar even daarvoor van toen de trein echt last kreeg van sneeuw en ijsaanzetting. Nou, wat wij deden is weer extra warme reserves neerzetten. Ook zorgen dat de treinen letterlijk ook warm zouden blijven om zo goed mogelijk met de sneeuw en het ijs om te gaan. En we namen als voorzorgsmaatregelen toen het flink had gesneeuwd om langzamer te rijden. En wanneer werd besloten om langzamer te rijden? Welke datum was dat? Daar ben ik echt even over gevraagd, maar misschien dat u mij... Volgens mij op 16 januari en 18 januari, toen is er een snelheidsadvies gekomen, maar nog niet zeg maar op 15 januari. Waarom is pas later zeg maar een snelheidsbeperking afgegeven door HSA? Nou, omdat toen dus de sneeuw extremer werd. Er was ook geen, onze collega's van Thalys bijvoorbeeld reden gewoon 300 km per uur. Er was ook niet een indicatie of een aanwijzing van Ansaldo Breda dat we langzamer moesten rijden. Ook geen contract, ook niet ProRail of... gaf ons die opdracht, maar wij vonden het toch wel verstandig om te doen. Ja. Dus het contract en de adviezen vanuit de instructie van de Ansaldo Breda gaven geen reden om de snelheid te beperken, maar omdat u zelf zeg maar zag dat er problemen ontstonden, is er een snelheidsbeperking afgegeven. Nou, we wilden die problemen proberen voor te zijn door wat voorzichtiger te rijden. Waarom zijn die snelheidsadviezen eigenlijk niet opgevolgd? Nou, die zijn wel opgevolgd, maar niet in alle gevallen. Zover wij hebben kunnen teruganalyseren, is dat wat hier meespeelde, is dat onze verantwoordelijkheid ophoudt bij de grens. Dan onze Belgische collega's dat overnemen. Bij de instructie van, zover ik mij kan herinneren, één of twee machinisten is dat niet goed doorgekomen, waardoor zij helaas wel harder hebben gereden. Of dat overigens impact heeft gehad op die bodemplaat, dat hebben we zover ik weet nooit kunnen ontdekken. Maar dat zijn de feiten die ik mij herinner. Wanneer werd die afdekrooster eigenlijk gevonden? Dat weet ik niet meer precies, maar wellicht dat u mij kan helpen. Dus ontdekt, dat is een vraag. Ontdekt dus dat er een afdekrooster weg was. Weet u niet wanneer dat gebeurde? Was dat op de 16 of de 17? Weet ik niet meer exact, nee. Netrain heeft in 2011 een advies gegeven over hoe je met de Vira moet omgaan in de sneeuw. Dat hebben ze gedaan op basis van hun eigen ervaring en op basis van internationale ervaring. In dat advies stond van toch wel een advies om de snelheid te beperken. En ze gaven ook een aantal problemen aan die zouden kunnen ontstaan. Met ijsaanzetting de draaistellen, met de deuren. Een aantal van die problemen binnendringen van de sneeuw. Een aantal problemen zijn ook daadwerkelijk ook uitgekomen. Hoe bent u als HSA omgegaan met het advies van Netrain? Zover ik weet, zoals we het altijd deden met adviezen, volgen we die op. Ik kan mij dit specifieke advies niet herinneren. Ik weet ook niet of het aan mij gericht is, maar... ik neem aan dat de collega's dat hebben opgevolgd. Maar u weet niet meer zeker of dat is opgevolgd? Nee, want dit advies is nieuw voor mij.
Dat is een nieuw advies, ja. Dus u kunt dat niet checken. Hoe is zeg maar die, op een gegeven moment op 15 januari ligt er sneeuw en raakt één trein zwaar beschadigd. En deze trein wordt ook meteen uit de dienst genomen. Hoe werd u daarover geïnformeerd? Ik werd gebeld door mijn operationeel directeur dat dit aan de hand was. En dan is het, hoe raar dat misschien ook klinkt, een makkelijke besluit als onze mensen zeggen... we weten niet hoe dit komt, dan nemen we de trein uit de dienst. Ja, 2 dagen later blijkt dat er een afdekrooster uit de dienst van een gehaalde trein ontbreekt, die trein van de 15e. Hoe heeft HSH toen gehandeld? Nou, we hebben zelf het initiatief genomen om die trein naar dienst te nemen samen met NetTrain. En dat vervolgens met onze Belgische collega's gedeeld. En wat was de rol van de NS-directie daarbij? Werd die daarbij betrokken? Of? Ja, zeker. Want dit was natuurlijk, zoals u begrijpt, was NS-directie sowieso intensief betrokken in deze fase. Omdat we de trein introduceren waren en er natuurlijk veel aan de hand was met de treinen. Dus die waren daarbij betrokken. En wij hebben als NetTrain en HSH het advies gegeven om die trein uit dienst te nemen. Ja. Vervolgens komt er een taskforce op initiatief van de NS-directie. Was u betrokken bij dat besluit om te komen tot een taskforce? Niet dat ik mij kan herinneren. En wat werd uw rol daarna? Nou, de taskforce, er werd een directielid vrijgespeeld om die taskforce te leiden. Dus mevrouw van Vroonhoven. Mevrouw van Vroonhoven. En ik bleef de verantwoordelijkheid houden voor het dagelijkse internationale treinbedrijf. 90 treinen per dag die gewoon ook door moesten rijden. En daarnaast zat ik in de zogenaamde DV4A, wat een samenvoegsel was van de NS-directie met mijn NSR-collega en ikzelf. En daarin werden besluiten door de taskforce voorbereid en genomen. En mijn rol daarbij was om te zorgen dat die werden uitgevoerd, dan wel werden voorbereid. Ja. Dus u kwam in plaats van een meer bepalende rol, kreeg u meer een uitvoerende rol toen die taskforce kwam? Wat we daar kregen was een integrale aansturing vanuit de NS-directie. Maar u beschreef net, meneer Siebes, van het werd door de taskforce dingen bepaald en ik voerde dat dan uit. En bereidde dat voor met de expertise in mijn organisatie. Ja. Maar is dat niet een verschuiving in verantwoordelijkheden dan? Dat die taskforce toch meer die verantwoordelijkheid naar zich toe trok? Wat de taskforce deed was die integrale verantwoordelijkheid nemen. En daar leverde ik en mijn organisatie zijn bijdrage aan. Dus u bereidde zaken voor en u voerde dingen uit? Ja, met de expertise die in mijn organisatie zat. De taskforce bepaalde? Uiteindelijk bepaalde de DV4A, maar de taskforce had daar een belangrijke rol in, absoluut. Ja. Ja. Op een gegeven moment zijn natuurlijk verschillende onderzoeken hebben plaatsgevonden. Wat er nou met de trein aan de hand was. De vraag die voor onze commissie natuurlijk belangrijk is, van hoe kan het dat een gecertificeerde, toegelaten trein zo snel uit de roulatie wordt gehaald? U heeft zelf in dit voor heel vaak het woord kinderziekte in de mond genomen. Was er nou sprake van kinderziekte? Is dat de reden dat de NS besloten heeft om de trein uit de dienst te halen, omdat er sprake was van kinderziekte, of was er meer aan de hand? Nee, er was uiteindelijk veel meer aan de hand. Zo kwam in die onderzoeken naar boven ook constructie-issues. Iets wat wij niet konden zien als HSH. Maar dat speelde absoluut een belangrijke rol in de besluitvorming om definitief te stoppen. Naast het feit hoe Ansaldo Breda daarmee omging. En u zegt ook in een bijzin, HSH heeft geen dingen gezien. Van zaken die uiteindelijk in de rapporten ook beschreven zijn van problemen. Nee, wat ik bedoelde te zeggen is dat in de uiteindelijke rapporten constructie-issues naar boven kwamen. En die constructie-issues konden wij niet zien, want dat was nou de verantwoordelijkheid van Financial Services en Ansaldo Breda om die treinen te toetsen en te accepteren. Maar voor wat voor constructiedingen heeft u dan? De zaken die in de rapporten naar boven kwamen over de leidingen en dat soort zaken. U noemt dat constructie... Ik ben geen ingenieur, maar in mijn termen zijn dat constructie-issues. Ja. En dat waren dus nieuwe dingen voor u? Ja. Begin juli 2013 valt het doek definitief voor de Vira. Was daarmee eigenlijk elke mogelijkheid om de concessie uit te voeren conform de gemaakte afspraken uit de concessieovereenkomst definitief verkeken?
Voor de korte termijn wel, want voor die concessie waren nieuwe treinen nodig. Die konden niet, we hebben het straks over alternatief materieel gehad. Er waren geen treinen op dat moment, geen hoogsnelheidstrein in ieder geval. Dus die concessie zoals die bedoeld was, op dat moment kon niet uitgevoerd worden. En wanneer dacht, en wat was daar dan de consequentie van? En hoe ging u daarmee om? Dat we naar een alternatief moesten kijken om een zo goed mogelijke dienstregeling in elkaar te zetten. En was u daarbij bang om de concessieovereenkomst te verliezen? Speelde dat? Of dacht u van nou, wij krijgen een kans om met alternatief te komen? En, Nou, zoals u al zei, de taskforce was primair daarmee bezig. Waar wij vooral mee bezig waren, om zo snel mogelijk en zo goed mogelijke alternatieve dienstregeling of dienstverlening voor elkaar te krijgen tussen Nederland en België. Ja, maar wanneer kreeg u, hè, dit is een feitelijke vraag, nu, wanneer wist u van, nou, op zich hebben de ruimte nu om met een alternatief te komen en de concessieovereenkomst is niet in gevaar? Wanneer was dat ongeveer? Dat gevoel heb ik niet gehad, dat de concessie niet in gevaar was. U heeft tot het laatste moment het gevoel gehad dat de concessie ingetrokken kon? Ja, er was nogal wat aan de hand, dus dat voelde niet, nee. Was het besluit om definitief uiteindelijk te stoppen mede ingegeven doordat er contractueel gezien ruimte leek te bestaan om met het bestaande materieel eigenlijk door te rijden? Nou, primair was de afweging operationeel. Wat we ontdekten met de treinen, hoe lang het zou duren voordat het hersteld werd. En ook hoe Ansaldo Breda daarmee omging. Dus dat was de belangrijkste reden. En dat had vervolgens ook financiële consequenties. Maar dat heeft geen rol gespeeld. Niet de primaire rol gespeeld in de besluitvorming. Maar was uw idee, of op basis van de informatie dat in ieder geval eind mei, begin juni, toen er besloten werd om definitief te stoppen met de Vira, toch wel het inzicht van we kunnen de concessie behouden? Niet dat ik weet, nee. Of gehoord, hè? Nee, ook niet. Werd daar niet over geïnformeerd? Lijkt me vrij belangrijk als je verantwoordelijk bent om een concessie uit te voeren. Ja, maar de concessieverantwoordelijkheid, dit was op dit moment onderwerp van gesprek met van de NS-directie en van mevrouw Van Vroonhoven, die dat leidde en dat ook besprak met het ministerie. Maar mijn vraag was, wist u feitelijk, toen er besloten werd om te stoppen, dat ook dat een van de redenen ook was dat de concessie in ieder geval niet werd ingetrokken? Dat kan ik me niet zo 1, 2, 3 herinneren. Ik weet alleen dat wat ik u net aangaf, wat de redenen waren om te stoppen met de treinen. Daar is geen communicatie dan over geweest op zo'n moment? Het lijkt me vrij essentieel van kunnen we nou de concessie houden of niet? Ja, niet herinneren. Wat ik mij kan herinneren is dat het op dat moment nog niet zeker was. En dat er dat wel onderwerp van gesprek is geweest met de ministeries, ook met financiën. Maar wat daar precies op dat moment toen we het besluit namen de status van was, dat kan ik me niet herinneren. Je kunt dat niet herinneren? Nee. Het is toch een groot punt. Ja, maar de andere punten waren al groot genoeg. Het verliezen van een concessie, of niet, lijkt me wel een heel groot punt. Maar in ieder geval voor u niet op dat moment. Nee, wat ik u aangaf is dat de vraag was van wat wist u op het moment over die concessie voor het nemen van het besluit van de treinen. En tussen zo heb ik hem begrepen. En op dat moment was doorslaggevend de inschatting de trein, hoe lang het zou duren voordat de treinen weer, als ze al gerepareerd zouden kunnen worden, hoe lang dat zou duren. Plus het feit dat Ansaldo Breda in die periode ook een bepaald gedrag had laten zien dat heel weinig vertrouwen gaf. Dus dat was al basis genoeg. En wanneer, ja. En ik ongetwijfeld zal er getoetst zijn met de overheid. Wat de impact op de concessie was. Alleen ik was daar niet bij en ik kan me ook niet herinneren wat daar de uitkomst van was. En wanneer wist u als vervoerder dat het niet meer nodig was om een eigen hoge snelheidstrein in te zetten, maar dat er ook ruimte was voor alternatieven? Ik neem aan dat je dat allemaal van tevoren moet plannen en die duidelijkheid moet hebben. Nou, de taakverdeling was op dat moment dat de taskforce zich bezig hield met kijken naar alternatief materieel en mijn organisatie en ik ons richten op de bestaande operatie, dus de Thalys, de ICE en de binnenlandse hoogsnelheidstreinen. Dus u wist helemaal niet wanneer er geen alternatief of wel een alternatief zou moeten komen voor de Vira? Dat wist u nou, niet? U bent toch operator? U bent toch verantwoordelijk voor de uitvoering? Ja, maar wij waren dus op dat moment aan het uitvoeren en de taskforce had een apart team van deskundigen die daarmee bezig waren. En dat was op dat moment
een onderwerp van onderzoek en dan niet van operatie. Laat ik hem anders stellen. Wanneer kreeg u een signaal vanuit de taskforce dat er in ieder geval niet meer een eigen hoge snelheidstrein gevonden moest worden? Dus dat er een alternatief mocht komen voor de Vira, een meer conventionele trein. Wanneer kreeg u dat signaal vanuit de taskforce? Ik kan dat niet zo exact pinpointen, maar dat zal op het moment zijn geweest dat dat ook kenbaar werd gemaakt. Want we hebben op één moment kenbaar gemaakt dat wij een alternatieve dienstregeling zouden gaan onderzoeken samen met de Belgen, met de Extra Thalysse en Eurostar, et cetera. Dus u werd als operator op hetzelfde moment geïnformeerd toen het nieuws naar buiten ging? Ja, maar dat was, ik weet niet of het op hetzelfde moment is geweest, maar meneer Siebers, ik stel u een hele feitelijke vraag. Wanneer wist u, vanuit uw verantwoordelijkheid als operator, dat er in ieder geval niet meer een alternatief moest komen voor de Vira, dat er gestopt zou worden en dat er ook met conventionele treinen gereden zouden kunnen worden? Nou, met het stoppen van de Vira-trein heb ik net aangegeven wanneer ik dat wist. Ja. Over het alternatief heb ik dat ook net aangegeven. Wanneer was dat? Ik zeg u alleen, ik weet niet exact de datum, maar dat zal daar rondom dat besluit zijn geweest. En het was ongeveer? Was dat begin mei? Was dat media? Ben ik echt overvraagd. En het was ook niet zo relevant, want op dat moment waren wij met... Voor ons als commissie is dat wel relevant. Maar voor mij in die positie wel, want wij waren op dat moment gewoon met de dagelijkse operatie bezig, met het bestaande Thalysse, et cetera. En de taakverdeling was dat de taskforce zich daarmee bezig hield. Volgens de heer Meerstad was de uitvoering van de HSL-concessie de taak en verantwoordelijkheid van de HSA. Bent u het daarmee eens? Van de HSL-concessie wel, ja. Maar dus dit ging over de periode die de alternatieve treinen, misschien had ik dat moeten toevoegen, die alternatieve treinen zouden pas na 2015 gaan rijden. En dat was het moment waarop er één geïntegreerde concessie was. Vindt u dat u in uw functie voldoende gesteund bent vanuit de NS-directie en ook door de betrokken directieleden? Terwijl het best een moeilijke missie. U heeft net heel kort geschetst in een minuut van al die belangen, al die verschillende partijen. Heeft u het idee gehad dat u voldoende ondersteund bent om dit tot een succes te maken? Ja, het was nogmaals, ik heb al eerder aangegeven, ik had graag die aansturing anders gezien. Maar goed, daar is op een gegeven moment voor gekozen en dan is dat de nieuwe werkelijkheid. Ja. En daarbinnen is dat goed gesteund, ja. In hoeverre is nou het mislukken van de Vira te wijten aan de periode voor uw tijd, zeg maar? En we stellen die vraag niet aan veel mensen, maar in uw geval vind ik het toch wel belangrijk om die vraag te stellen. Ik vind het lastig om die vraag te beantwoorden. Ik ga het natuurlijk wel doen, dat snapt u. Ja, bent u 2010 begonnen? Ja. En voor uw tijd zijn heel veel besluiten genomen. Ik vind het lastig om te beantwoorden, omdat het al snel lijkt dat je de verantwoordelijkheid ergens anders neerlegt. Maar met terugkijkend, met wat meer ervaring, zijn er wel een aantal hele wezenlijke keuzes gemaakt die achteraf met de kennis die we nu hebben, eigenlijk hebben gezorgd dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Als we de verdeling van de concessie en de treinen. Misschien om heel even te concretiseren, als we het nou verdelen in uw eigen verantwoordelijkheid, de staat, de Belgen en de NS. En we hebben het over het falen van dit project. Kunt u daar dan iets concreters over zeggen? Van hoe komt het nou dat dit project mislukt is? Wat ligt aan wie? Misschien moeten we beginnen met uzelf. Dat is altijd misschien het makkelijkste. Nou, ik weet dat ik en wij met al mijn collega's die elke dag een stinkende best hebben gedaan, weet ik dat wij er alles aan hebben gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Ik zou ook niet weten hoe we het terugkijkend anders hadden moeten doen. We zullen ongetwijfeld steken hebben laten vallen. U kunt verzekerd zijn, de puzzel vaak gelegd. En ik kan alleen maar zeggen dat we denken er alles aan gedaan te hebben. En de NS-directie, u zegt u zelf. Over mezelf kan ik dit dan zeggen. Ik vind het heel lastig om hier vanuit mijn positie even te kunnen zeggen hoe dit hele verhaal over al die jaren, met al die afwegingen, waar dat aan heeft gelegen. Ik weet wel alleen dat, en het is nogmaals met de kennis van nu, dat die concessie en ook de manier van contractering erg beperkend heeft gewerkt. En dat de bestelling van de treinen duidelijk ook graag een andere leverancier had gehad. Laat het ook duidelijk zijn. En de Belgen? De Belgen hadden een andere uitgangspositie. De Belgische collega's hadden een andere uitgangspositie. Ik zie niet in wat hun directe verantwoordelijkheid in dit verhaal is geweest. Ze hebben natuurlijk wel een belangrijke rol gespeeld en het heeft dingen
niet altijd makkelijker gemaakt, maar ik kan dat niet zeggen van dat, dat direct impact heeft gehad op het niet slagen met Vira. Ik hoor nog niet lessons learned, maar misschien is het goed als we daar straks nog wat aandacht aan besteden. Ik geef eerst even het woord aan mevrouw Vos. Nee, ik geef het woord graag aan de voorzitter. Nou, misschien is het toch goed om bij dat punt te komen van de lessons learned. En ik zal een kleine inleiding bij maken, omdat ik goed heb zitten luisteren en mij een aantal dingen zijn opgevallen die u in dit verhoor aan de orde heeft gesteld. U heeft een paar keer gezegd dat de ervaring leert, dat treinen kinderziektes kunnen hebben, dat er problemen kunnen zijn. En dan kijk ik toch even weer terug naar eerdere verhoren en wat wij uit de stukken hebben. Dat het wel lijkt dat op het moment dat de trein is gekocht, daar allemaal niet is over nagedacht. En dat zeg ik omdat als we kijken naar de levertijd, dat in beeld is gekomen dat eigenlijk toen al bleek dat niet op tijd de treinen zouden kunnen worden geleverd. Dus alle dingen die u zegt over proefbedrijven en zo waren eigenlijk niet verdisconteerd in die levertijd. Dat hebben we aan de orde gehad. Daar hebben we ook verhoren over gevoerd. U geeft aan, gaandeweg komt u achter problemen. En dan moeten er nog extra testen ingezet worden. Proefbedrijf wordt later bedacht. Het lijkt me heel verstandig. Er is vrij intensief over gesproken. En er komen in dat proefbedrijf serieuze problemen. En eigenlijk de problemen die al eerder duidelijk waren tijdens de bouw. De heer Jonkers hebben we langs gehad. Die heeft ook een aantal dingen gezien. En het lijkt wel alsof alles nog steeds naar boven komt. Maar dat er eigenlijk niks gebeurt. En dan kijk ik ook naar, u verwees zelf ook, het blijkt niet uit de stukken. Dan blijkt uit de stukken eigenlijk wel soms een wat steviger beeld dan u vandaag heeft neergezet. Namelijk dat op een bepaald moment toch, het staat gewoon in de stukken, meer de koppen tegen elkaar gingen. En dat er nu echt moest worden nagedacht over een integrale beslissing. En als we spreken over de APTO, dus eerder de treinen overnemen met al die zorgen, schrijft u een rapport waarin u denkt, nu nemen we eigenlijk alle macht uit handen. Dus u schetst vandaag van ja, we wisten eigenlijk alles al, we hebben de stappen gezet. Maar als ik het dossier goed lees, dan komt er een soort apotheose in dat proefbedrijf, dat al die problemen naar boven komen. Dat wordt dan voor de helft uitgevoerd. Overigens, in tegenstelling tot wat u zei, helemaal niet in België. En er was ook alleen maar een verklaring van geen bezwaar met grote problemen. Dus ik ben er gewoon op zoek in dit gesprek naar, wanneer had u nou echt gedacht, dit gaat echt goed? Want dat blijkt namelijk niet uit de stukken. Kunt u daar eens op reageren en dan kijk ik naar, want misschien zit daar dan een les. Ik ben er naar op zoek met u. Nou, wij wisten, dat was het lastige van dit hele traject. Wij wisten dat er niks vanzelf zou gaan en alles heel lastig en complex zou zijn. En dat is zeker een lesson learned. Dat is zeker een lesson learned dat de manier waarop we het hadden georganiseerd. Binnen NS, maar ook buiten NS, dat niet hielp. En dat is iets wat ik ook zelf, als ik een dergelijke governance weer tegenkom, niet meer zou accepteren in die rol. Alleen in die fase waren wij volledig dedicated om die trein zo goed mogelijk te introduceren. En daar hebben we het uitgebreid over gehad, maar dat is zeker een lesson learned. Maar u zegt een beetje achteraf, lessons learned. Maar als ik naar de stukken kijk, directievergadering van HSA. Jullie zien een heel groot risico ten aanzien van die bedrijfszekerheid. En die oplevering wordt van niet van hoog niveau. Dan is het een beetje, er staat ergens een zin. Die vond ik ook zo fascinerend. Dat je jongens moet alles op alles zetten. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Daar klinkt uit de stukken een soort help. En er is nooit van tevoren nagedacht over die loan-and-use constructie, maar die moest ineens. Er is niet van tevoren nagedacht over die APTO, waarvan u zelf in die notitie zegt, ja jongens, geven eigenlijk alles uit handen. Dus ik vind het dan zo, de onderhandelingspositie van NS versus AB, dat is Ansaldo Breda, wordt nu echt verzwakt. Maar u geeft vandaag zo'n beeld alsof het een beetje soepel was en later tegenviel. Nou, maar dat blijkt gewoon niet uit het dossier voor ons. Snapt u dat? Als ik die indruk heb gemaakt, wil ik die graag bij deze wegnemen. Ja. Want wat ik u net aangaf, wij wisten dat alles verdomd lastig was. En dat we continu voor nieuwe uitdagingen stonden. Dit soort citaten die u net noemde, waren juist motiverend bedoeld in onze organisatie. En zo moet u ze ook lezen.
Dat was de manier waarop onze mensen elkaar stimuleerden en motiveerden. Dus geen zins dat wij dachten dat het allemaal makkelijk zou gaan. Maar we hadden vertrouwen in ten eerste al die instanties. En ja, daar kunnen we nu van zeggen, dat heeft niet gewerkt. Maar op dat moment ga ik ervan uit dat een ILT, als die onze trein toelaten, dan hebben we het niet over zomaar een instantie. Dan is dat heel degelijk gebeurd. En hetzelfde geldt voor onze Belgische, hun Belgische collega's. En zo hebben we een aantal van dat soort elementen benoemd. Dus daar, als al die partijen zeggen, ik moet met die trein, je kan met die trein rijden, dan heb ik daar op te vertrouwen. Maar tegelijkertijd Siebers, hebben we al die andere maatregelen ook genomen. Nee, meneer Siebers, er is één cruciaal verschil, is dat die trein pas is toegelaten toen u al had besloten dat u hem ging gebruiken in december. Dat had u toen al gedaan. Ja, maar... ik wil even uitpraten. En daar zie ik in maart in de stukken hele kritische geluiden. En dan wordt toch besloten, tegen uw wil, want dat blijkt heel duidelijk. En op een bepaald moment is daar een strijd, die ademt het dossier uit. En uiteindelijk wordt toch besloten, we gaan het doen zonder terugvaloptie. Later, in 2013, later wordt gekeken, nou is dat nou allemaal verstandig geweest. Dan zegt de NS zelf, we hadden dat nooit moeten doen. Maar u zei het toen al. U had daarin een vooruitziende blik. En dan lijkt het zo, u bent dan overruled en dan gebeurt het allemaal toch. De trein was nog helemaal niet toegelaten. Er waren nog hele dossiers niet bekend. De documenten waren nog niet in handen. Dan lijkt het wel, en het dendert maar door. En dan komt in dat proefbedrijf komen zulke grote problemen. Veiligheidsissues. Deuren, tractie, remmen. Was de veiligheid nou bij u voldoende op het netvlies? Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Veiligheid is nooit een issue geweest. Als een trein niet veilig is, rijdt hij niet. Veiligheid staan we mee op en gaan we mee naar bed. Ben ik gewend vanuit mijn 10 jaar luchtvaartervaring en ook uit mijn 9 jaar spoorervaring. En daar zijn juist allerlei checks en balances ingebouwd om dat te voorkomen. Dus ik wil ook elke, hoe zal ik het zeggen? Veiligheid is geen issue geweest. Al die checks en balances doen we juist omdat we weten uit ervaring, en dat weet ik zelf ook. Ik heb in de luchtvaart uitgebreid, ben ik daarop getraind op wanneer gaan dingen mis. In de treinenbusiness precies hetzelfde. En wanneer gaan dingen mis als er een combinatie van factoren niet goed gaat. Dus wij bouwen altijd extra checks en balances in. En dat hebben we hier ook gedaan. Dus veiligheid is absoluut nooit een issue geweest. En op het moment dat het wel was, hebben we ook direct maatregelen genomen. Ja, maar dan is het zo vreemd dat er wordt besloten om alles op te hangen aan de Vira, terwijl u de gegevens eigenlijk nog nauwelijks heeft of het allemaal veilig is. Ik begrijp dat het een heel belangrijk issue is en natuurlijk snap ik dat. En dat is ook niet een kritiek, maar het is een verbazing dat op een bepaald moment wordt besloten om te gaan rijden, terwijl zoveel dossiers nog niet afgerond zijn. Duidelijk was dat de problemen niet waren opgelost. Fundamentele problemen, niet kleine kinderziektes. Fundamentele problemen tot het einde toe. En dat er dan toch wordt besloten de dienst te doen, terwijl het proefbedrijf niet klaar is. 50% uitgevoerd. Niet grensoverschrijdend. Waar later nog hele grote problemen in zijn. En dan denk ik, wat is dan voor u de belangrijkste les? Als ik dat allemaal gewoon uit het dossier ophaal. Nou, wij hadden, zoals ik al eerder aangaf, ik had graag die Benelux als backup in stand gehouden. Ik laat dat ook heel duidelijk zijn. Dus je had eigenlijk gewild dat u uw poot op dat moment stijf had gehouden? Maar het was geen kwestie van een poot op stijf houden. Dit is waar we het eerder over hebben gehad. Het was een dilemma tussen twee hele moeilijke keuzes. En achteraf gezien had ik graag gewild dat we die andere keuze hadden gemaakt. Maar ze wilden het niet eens voor u uitrekenen, meneer Siebers. Dat hebben we toch gelezen. Ze wilden het niet eens uitrekenen. Dat was de afweging. En natuurlijk had ik het achteraf graag anders gezien. Maar dat kon ik op dat moment niet bepalen. En daarnaast was er nogmaals, hadden wij, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, zoveel andere checks nog in. U aarzelt bij het woord vertrouwen, volgens mij. Nee, ja, dat is uw interpretatie. Maar er waren zoveel checks ingebouwd in het totale systeem. Als al die partijen aangeven, deze trein, daar kan je mee rijden. Dan moet ik daar ook vanuit op gaan. Ik bedoel, ik zou niet weten hoe we dat anders dan zouden moeten doen. Neem niet weg dat we natuurlijk ernstig teleurgesteld zijn in hoe het is gegaan. Ja, maar dames, zo terecht dat mevrouw Bergkamp en mevrouw Vos zo zijn ingaan zoomen op dat proefbedrijf. Omdat daar al die feiten naar boven kwamen. En dat er toen adviezen zijn gegeven van ga nu echt een proefbedrijf doen. Ga nu ook een grensoverschrijdend proefbedrijf doen. En het gebeurt niet.
En uiteindelijk wordt die trein in de dienst gezet. En dan komen al die problemen die meneer Jonkers al geschetst had, die dus eigenlijk al die jaren meeslepen, die komen ineens naar voren. En het is zo jammer dat dat niet iemand op de rem getrapt heeft. Ja, de problemen die uiteindelijk hebben geleid tot het besluit om te stoppen met treinen, waren ook niet in een proefbedrijf naar boven gekomen. Tenzij je jarenlang met die treinen rijdt. Maar dat is praktisch helaas niet mogelijk. Dus we hebben in een ideale wereld kan je al die dingen allemaal blijven doen. Maar we hebben ook gewoon met de werkelijkheid te maken. En wat ik u aangaf, na die eerste week zagen wij het effect van die maatregelen. En later zijn we ingehaald door nog veel structurele issues die we daarvoor niet naar boven hadden zien komen. Ja, maar dat kunt u zeggen, dat als het proefbedrijf niet langer had geduurd, dat de problemen misschien helemaal niet naar boven waren gekomen. Maar als het proefbedrijf gewoon door had gelopen, waren in het proefbedrijf de problemen zichtbaar geworden, dat er uiteindelijk een dubbele bezetting nodig was voor elke trein die daar reed, zonder één in reparatie. Als het proefbedrijf door had gelopen, had u gedurende het proefbedrijf zonder reizigers het idee gehad dat niet na iedere trein, na iedere rit de trein had moeten worden vervangen. En dat er grote problemen waren met de inzet. Het was waarschijnlijk zo fijn geweest als al die problemen zich hadden voorgedaan voordat de reizigers en machinisten en conducteurs in de trein gingen zitten. Dan hadden we dat misschien allemaal, misschien wel over de winter heen geteeld, want u wist al die problemen al. Dat is waarom de commissie zo verbaasd is als we dit dossier zien. Als het proefbedrijf was doorgelopen, dan hadden die problemen die later in de dienst zijn gezien, mogelijk in het proefbedrijf gezien worden. En hadden ze gezegd, kijk eens, meneer Jonkers, die zag het toen al. Al die punten die u net noemt, hebben we nou juist allemaal ingevoerd. Al die maatregelen die u net noemt, hebben we juist ter harte genomen op basis van die ingebruiknameadviezen. Ik weet niet precies wat meneer Jonkers heeft gezegd. Wij spraken met Financial Services en die gaven ons het beeld wat ik u heb geschetst. Ja. En wij blijven altijd achter met een beeld dat bij het laatste ingebruiknameadvies wat u terecht heeft gegeven, dat is niet iets om te kijken go or no go, maar dat er niets was verbeterd, dat in die structurele verbeteringen niet zijn waargekomen en dat er geen zicht was dat zou veranderen. En dat is een document, het laatste document wat u voor ogen heeft voordat de trein met machinisten, met conducteurs, met reizigers de grens overgaat. En dat is waarom wij de verbazing in sommige vragen aan u voorleggen. Wat het dan zo jammer is dat zich dat allemaal verwezenlijkt en dat het uiteindelijk geen succes wordt. En daarom leg ik dat aan u voor. Ja. Goed. Wij komen tot een afronding. Maar er zijn altijd nog wel een aantal punten waar we aandacht aan willen besteden. Eigenlijk in dit geval nog één. U heeft een belangrijke verantwoordelijkheid gehad op dit dossier in totaliteit. En ook aan u de vraag, heeft u signalen gekregen van onregelmatigheden? Van zaken die frauduleus zouden kunnen zijn of op een andere manier de aandacht behoeven nog? Nee. Dank u wel. Dan sluit ik dit verhoor en wij vervolgen het volgende verhoor om 16:00.